Zo, goedemorgen, maandagochtend. Ja, schat, een beetje een zware ochtend. Nou, dat kunnen we best zeggen. Ja, en volgens mij is het voor jou helemaal zwaar geweest. Ja, ik had gisteren een beetje een heftig dag, gezegd. Ja. Maar we gingen een optocht kijken in Boemeldonk. En voordat de optocht begon, was eigenlijk het licht al ver uit, zeg maar. Toen ging er een schrobbelair overheen. Ja, schrobbelair overheen. En ja, daar heb ik vannacht wel een beetje wakker van gelegen, Maar je voelt je nu fit? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Mooi zo. Want ja, we hadden een oproep in de krant geplaatst. En op de Facebookpagina van Baronie TV. Dat we gastpresentatoren zochten voor de maandag. En we hebben 4 mensen uitgezocht. We hebben in totaal 53 aanmeldingen gekregen. Mensen die allemaal mee wilden presenteren. Ja. We hebben een beetje moeten kijken van wie kiezen we daarvoor uit. Nou, jij zit dit uurtje net tussen 10 en 11, nou, zeg maar. Ik voel me heel vereerd hoor. Ja? Echt, ja, geweldig. Hartstikke leuk. En ook nog even goed nieuws, want de optochten die gaan vandaag gewoon door. Ook in het Kielegat, de optochten gaan gewoon door. Als het goed is, dan gaat de wind afnemen vanmiddag. En het wordt ook droog, dus nou eigenlijk nog heel redelijk weer. Zijn we er nog goed doorheen gekomen? Ja, zijn we er eigenlijk nog goed doorheen gekomen. Ja. Dus het gaat helemaal goed komen. Zullen we eerst eventjes de compilatie doen van de Barneveldsliedverkiezing? Dat lijkt me een heel goed plan. Okay. Dan kunnen we het allemaal nog eens zien. Ja. Gaan we doen. En dat zal dus dan wel blijken. Het motto is gekozen. 4 dagen zitten we op rozen. Want er is mis niks aan de hand in Bultelaar. We gaan hier in ons café verder in het feestgedruis. Kijk er links en kijk er rechts. Van we gaan nog niet naar huis. Nou, veel, we stappen deur. Dan slaan we allemaal. Toch met bier, het is het kogeldier, het is het kogeldier. Je ziet hem bijna nergens, maar nu is hij hier. En ook al ruikt ze niet zo lekker, ben je klaar met uw gemekken. Gemooi, dat zie je zo. Ik ben verliefd op het schouwke van de oliebollenkraam. Ja, ze is zo lekker rond. Met haar ballen in het vet en al het olie wat er lekt, geef haar een kusje op haar mond. Want feesten op zijn tijd, ja, er is niks mooiers dan samen lallen in Erpelrooiersland. Wij draaien linksaf. We kijken vooruit met alle Erpelrooiers, want ze wil rosébier. Wow, 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 ze wil rosébier. Niet gewoon bier, ze wil rosébier. Maar rosébier. Yeah.
ben zo blij dat ik u weer eens zie. Ik wil op een kop een kamerbreed tapijt, een kamerbreed tapijt, een kamerbreed tapijt. Wil op mijn kop een kamerbreed tapijt, een kamerbreed tapijt. Je wilt toch echt wel open, stop die doppen in de oren. Doe die doppen, doppen, doppen er maar in. Ik zeg het u van tevoren, doe die doppen in de oren. Doe die doppen, doppen, doppen er maar in. In de hemel kan het niet mooier zijn dan bij jou, dan bij jou. In de hemel kan het niet mooier zijn dan bij jou, dan bij jou. Ai, 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 Keesje van de Staai, pak me dan van voor, van achter en opzij. Hey, 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 kom op nou eens kippé, een knuffel van de Heer, dat is toch een manier. Je doet je eigen goed, ach, je doet zoals het moet. Klaas je op, laat je rijden, anders ga je maar te voet. Blijf de bakken om en zeven deur te zakken. Nee, we gaan nog niet naar huis. Ja, 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 ik weet het niet. Ja, 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 ik weet het niet. Ja, 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 ik weet het niet. Ja, ja, ik weet het niet. Het leven is goed in het Brabantse land. Het land waar mijn dier heeft gestaan. Daar heb ik voor altijd mijn hart aan verpand. Dat land doet mijn hart sneller slaan. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die felgekleurde, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. En dat waren dan alle liedjes die meedoen aan de Barnevalsliedverkiezing. En er kan nog steeds op gestemd worden, allemaal. Ja, 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 zeker. Jullie kunnen nog stemmen. Je kunt sms'en naar 3669. En dan doe je eventjes het nummer van het liedje waarvoor jij wilt stemmen. Maar je kunt natuurlijk ook stemmen via telefoonnummer 076-711-0364. En natuurlijk ook gewoon via de website www.baronie.tv. Dus als jij je favoriet liedje net, vergeet niet te stemmen, want het kan nog tot morgenmiddag 2:00. Helemaal goed, helemaal goed. En even voor wat betreft die sms, dan moet je er even bij zetten. Lied, hè, en dan het nummer van de keuze. Ik ben blij dat jij mij een beetje helpt. Ja, natuurlijk. Daar zijn we toch voor om elkaar een beetje te helpen op de wereld. Ja. Zullen wij het eerste Prinsengezelschap eens binnen gaan roepen? Ik zie ze daar al klaarstaan, ja, in Toekske. Nou, hartstikke gezellig. Ja. Hier komt het Prinsengezelschap van Zeven Bulteland. La, 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 la. Zo, goedemorgen Prins Wilfried. Hallo. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn al nog mee een heel grote groep eigenlijk. Is er in Zevenbergen nog wel iemand over eigenlijk? Of hebben jullie alles meegenomen? Nou, de helft van de bevolking staat hier onder. Nou, dat geloof ik. Heb het in de gaten. Studio vol, zeg maar. Ja. Zo, zo, zo. Heel de raad van elf. En de crew is dat, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. En de jeugdprins en jeugdprinses. Ja. Ja. Ja, ik zie jeugdprins Geert en jeugdprinses Luna. Van harte welkom. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Wat is er al gebeurd bij jullie? Want we zitten inmiddels al op de maandag. Dus ik neem aan dat er al diverse carnavalsactiviteiten geweest zijn in Zevenbulteland. Ja, heel veel al. Ja. Wij zijn vrijdagochtend begonnen met een toneelstuk, Kulkesbal, voor 600 kinderen in de sporthal bij ons. De Ereraad voert dat altijd op. Ja. En we hebben zaterdag hebben we de kinderoptocht gehad. Ja. En de opening in de schuur. En de sleuteloverdracht op de markt. Het konijn ging de toren in. Mm-hmm. En toen de start van de kinderoptocht. Ja. En gisteren hebben we ook gewoon lekker gefeest. En het is gewoon leuk. En de optocht bij jullie is volgens mij dinsdag? Ja. Morgen. Ja. De weersvooruitzichten zijn goed volgens mij. Hebben we misschien een buitje, maar
Ja, dan mag de pret niet drukken. En die is ook nog te zien bij Baronie TV, hè, die optocht. Dus dat gaat dinsdagavond allemaal goed komen. Dan kunnen we het ook nog terugzien bij Baronie TV. Ja. Je hebt nog wat vragen voor de jeugd, prins en prinses, hè, geloof ik. Ik heb hier ook nog eventueel nog een microfoontje, dan kunnen jullie hem delen. Zo. Want dan wilde ik eigenlijk wel eens aan jullie vragen. Hebben jullie nou eigenlijk altijd al gedroomd om jeugdprins of jeugdprinses te worden? Nou, ik wou eerst eigenlijk altijd nar worden. Maar toen mijn broer Jelle prins werd, toen wou ik prinses worden. Oh, is dat jouw broer toch niet? Nee. Ik wou wel zeggen. Oké, en doen jullie op school ook aan carnaval? Wij zijn eerst alle klassen langs geweest. Om ons Jelle te oefenen. En volgens mij heb jij die Jelle al heel dikwijls geoefend als ik jou sowieso praat. Maar dan willen wij die Jelle wel eventjes horen natuurlijk. Kan dat? Ja. Want hier zitten zoveel kinderen. Kunnen we de Jelle eventjes horen? Ja. 1, 2, 3. Noord, Oost, Zuid, West. Noord, Oost, Zuid, West. Bulteland is de best. Bulteland is de best. Mooi zo, hartstikke goed. Ja, want ik kan het aan jouw stemmeke wel horen dat je dat al dikwijls gedaan hebt. En hoe hebben jullie je dan op school voorbereid om carnaval te gaan vieren? Hebben jullie daar op school ook nog iets aan gedaan? Of, Ja, we hebben de Jel geoefend. Wat hebben jullie? We hebben de Jel geoefend. De Jel geoefend. Ja. Dus alle kinderen op school die konden die Jel ook met jullie meedoen? Ja. Oh, kijk, dat is hartstikke leuk. En hebben jullie ook heel veel speeches voor moeten bereiden? En is dat uw favoriete gedeelte van de carnaval? Of vinden dat eigenlijk helemaal niet zo leuk? Ik vind het wel leuk, ja. Maar wel een beetje moeilijk, denk ik. Ja. Ja, dat is ook een beetje moeilijk. Maar ik vind dat je het heel goed doet, hoor. Heel knap. En wat hebben jullie de afgelopen dagen eigenlijk allemaal gedaan? Want jullie hebben met de kinderen of toch, denk ik, ook van alles al gedaan? Of? De volgorde zeggen. Ja. Nou, vertel maar een klein beetje wat je allemaal gedaan hebt. Vrijdag was eigenlijk een soort van beetje de start van carnaval. Ja. Dus het kalukkersbal. En toen zaterdag in de schuur gingen we, dat was wel gewoon leuk, ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. In ieder geval een heleboel wat de kinderen ook doen. Zullen we even een stukje muziek gaan doen? En als jij dan naar het podium loopt, want daar staan de makers van het carnavalslied van Zevenbulteland. We hebben het al een paar keren gezien. Hè. Ze zitten op rozen. Daar moeten we toch eens eventjes alles van weten. Goedemorgen. Ik heb gelezen hoe dat jullie heten, maar ik wil toch van jullie graag zelf nog eens even horen, want het is best een moeilijke naam, vind ik. Wij zijn CV de Nephews. En dat is Engels. Oh, jullie zijn nifkes van elkaar. Kijk, nou snap ik het. Nou, ach, dan moeten we wel heel goed kijken. Hoor. Ik heb nog geen bier op. Als ik nou een paar pilsjes op heb, dan denk ik dat ik het nog beter kan zien. Hey, en jullie staan in de carnavalsliedverkiezing met jullie nummer We Zitten op Rozen. Hoe gaat het in de stemming? Gaat het goed? Hey, geweldig. Ja, al die mensen in Zevenbulteland, die hebben jullie natuurlijk allemaal al gesteund. Maar die kunnen natuurlijk, jullie mogen ze nog eventjes supporteren om nog meer te gaan stemmen, hè? Ja, zeker. Je moet liedje nummer 3 stemmen, hè? Ja, liedje nummer 3. Nou, fantastisch. Ik wens jullie heel veel succes. Ga hier even lekker staan shinen met elkaar. Oké, hey, succes. Mijn keel is ook al een beetje schort, dus mijn ook. Maar dan mag de pret niet drukken, toch? Is nog een cassettebaantje. Oh, hey. Daar komt hij aan, hè? Ja. Goedenavond, nee, goedemorgen. Los, 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 los. Het motto is gekozen. Vier dagen zitten we nog rozen. Geen tijd om nou te zeuren. Rozen in alle kleuren. Het motto is gekozen. Vier dagen zitten we studio van alles aan de hand.
bult te laat. Die dagen kunnen er vallen, hoe zorgen aan de kaart. We zitten hier op rozen en we hebben volop lol. We zitten hier op rozen, gooi mijn glasje nog eens vol. Het motto is gekozen, vier dagen zitten we op rozen. Geen tijd om nou te zullen. Ik moet zeggen, het is echt een hartstikke leuk nummer wat ze gemaakt hebben. En ja, het is jullie thema, hè? We zitten op rozen. En dat hebben ze echt heel mooi verwerkt. En een lekkere melodie ook. Ja. We zitten op rozen van CV De Nephews. De Nephews. En ik vind ook dat ze hele leuke, toepasselijke kleding aan hebben. Nee, met die... Ja, is goed gevuld ook, hè? Ja, ja. En liedje 3 in de Barnevalsliedverkiezing. Het thema dit jaar bij Baronie TV is, jullie zitten op rozen. Hè, bij ons is het lijkt wel zomer. Nou, het leek wel zomer, ja. Kunnen we er beter van maken. En de bedoeling is dat er door de gezelschappen een bloem gemaakt wordt. Zullen we dat aan de jeugdprins en de jeugdprinses vragen, of dat ze willen doen? Dus het moet een beetje zo worden, zoals je daar ziet. Als jullie dat nou eens met z'n tweetjes gaan proberen te maken. Een mooie, mooie bloem. Ja, nou goed. Ik wil ook nog even inhaken. Ik doe even mijn handschoenen uit, anders kan ik hem niet opspellen. Maar ik wil een onderscheiding geven aan uw Ad. Want, waarom? Nou ja, 23 jaar Baronie TV, programmamaker, dat is niet niks. En u heeft het carnaval... Zeg maar jij hoor. Oh, jij. Jij hebt het carnaval echt wel... Jij. Mooi laten zien op televisie en daar zijn wij zeer dankbaar voor. Ja. En, bij deze wil ik hem even opspellen. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Buitenbeeldje. Zo. Hartstikke mooi. En wij vonden het natuurlijk ook altijd heel leuk dat jullie helemaal, hè, toch vanuit Zevenbergen, hè, het is 's morgens vroeg allemaal, ja, hier naar de studio komen. En dan met zo'n groot gezelschap. Hè. Dus wij stellen dat natuurlijk ook zeer op prijs. Er zit nog een oorkonde, zie ik. Er zit nog een oorkonde bij, zal ik hem even oplezen? Nou, vooruit. De ereraad van Stichting Carnaval Zevenbergen heeft in haar vergadering van 27 februari 2019 op voorspraak van zijn doslustige hoogheid Wilfried ten Eerste, dat ben ik. Ja, dat ben jij, dat weet ik. Unaniem besloten om Ad Romeijn te onderscheiden met het buitenbeeldje wegens bijzondere verdiensten voor het openbaar carnaval. Hierbij in het bijzonder rekening houdend met zijn inzet gedurende 23 jaar dat hij presentator en programmamaker is geweest van Baronie TV. Waarmee de leut en het carnaval ook op televisie altijd aandacht heeft gekregen. Nou, ik vind het geweldig. Echt waar. Dankjewel. Heel erg mooi. Ja, dat is wel een hele eer. Daar hebben jullie mooi opgesteld, vind ik. Ja, die mooie. Heel mooi. Ja. Hé, hey, we gaan terug naar Zevenbultenland. Hè, want daar is volgens mij nog vandaag toch ook nog wel wat te doen. Ja, we hebben vanmiddag de kindermiddag in De Borg. En daar wordt ook een spektakel. Alle leuke spelletjes. Een draaimolen staat er. Dus dat wordt echt gigantisch leuk. Nou, ik heb wel eigenlijk nog wat over jouzelf vragen. Ben jij nou voor het eerst prins dit jaar? Ja, voor de eerste keer, ja, klopt. Oké, okay, want nou heb ik eigenlijk uit betrouwbare bron vernomen dat jij eigenlijk van origine een stijloor bent. Ik ben ook een stijloor. Jij bent geboren op Den Haansberg. Ja. En dan vraag ik mijn eigen af, als je nou van origine een stijloor bent, waarom ben jij naar Zevenbultenland gegaan? Ben jij daar ontwikkelingswerk gaan doen? Of ben jij...
Nee, ja, mijn vader komt uit Zeugenbiltenland. Ik was 1 jaar en toen zijn we weer teruggegaan, want hij had hij mee. Maar het eerste jaar is in ieder geval goed begonnen. Ja, hey, dus ja. Daar is eigenlijk een goede boom gelegd voor de rest. Ik weet er heel weinig van nog, maar... dat is wel jammer. Dat is jammer, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is ook weer zo. Hé, hey, die heette de crew, hè? De kinderen die daar beneden zitten. Die gaan altijd mee met de jeugdprins en de jeugdprinses dan? Of, Vaak wel, ja? En bij ons ook. En dat is een heel bijzondere, leutige club. Onder leiding van Petra Phoenix. Waar is Petra? Petra, kom eens even deze kant op. Petra! En Leonie Duppe. Ze al aan. We mogen Leonie Duppe ook niet vergeten. Oh ja, nou Petra en Leonie. Dan als jullie even bij deze microfoon gaan. En dan heeft Annemarie vast wel wat vraagjes voor jullie. Goedemorgen. Morgen nog. Goedemorgen. Ja, het is best vroeg, hè? Oh, het is ook weinig stem. Ja, jij hebt natuurlijk met die kinderen. Jij hebt natuurlijk met die kinderen die jel geoefend. Oh, dus ga jij gaan praten. Oké, okay, jullie zijn de leidsters van heel deze groep. Zijn dit allemaal kinderen van mensen uit de raad of zijn er ook gewoon van buitenaf? Nee, ook. Ze zijn van buitenaf en van de raad en van de meesten hebben in de jeugdraad gezeten. En dat gaat tot met 12 jaar en dan is dat voorbij en dan kunnen ze eventueel bij de crew. En we bouwen wagen en we helpen mee, we ondersteunen bij de kindermiddag. En we feesten zelfs stap, we hebben een eigen kroegentocht, dus ja. Nou, dat superleuk. Is fantastisch. Ook hartstikke goed dat jullie trouwens de jeugd ook gewoon zo lekker mee kunnen krijgen eigenlijk, hè? Want het is soms best moeilijk. Maar het is een grote groep. Zeg het nog eens. Die nog maar eens vertellen dan. Het is een hele grote groep, 25 kinderen. Ik zal het even vertalen. Het is een hele grote groep, 25 kinderen. Wou jij nog wat zeggen? Ze wil niks meer zeggen. Wat ga jij vandaag nog doen? Met de kinderen. Hè? Ja, met de kinderen. Oh, ze wil gastpresentator worden. Ja, dat denk ik ook. Ja, dan ga je misschien een doske strepsels nodig. Ja, denk ik wel. Maar goed. Ja, dit klinkt wel heel erg lekker. Maar superleuk dat jullie zo'n leuke grote groep hebben, hè? Echt. Leuk voor de toekomst. Vorig jaar waren het er 13. We zijn nu inderdaad naar 25 kinderen gegroeid. In Zeugenbiltenland gaat het erg leuk met de jeugd. Ja, ja. Ja, ja. Nou, fantastisch. Daar mogen jullie trots op zijn. Absoluut. En jullie geven zelf het goede voorbeeld. Prins Wilfried, is er nog iets wat je wil vertellen tegen de mensen? Want anders moeten wij toch langzaam maar zeker een beetje weer afscheid van jullie gaan. Ja, ik wil nog twee dingen zeggen. Allemaal stemmen op de Nephews. Oh ja, liedje nummer 3, hè? Ja, want het is een geweldig nummer. Ja, vinden wij ook. En met de optocht kunnen we ook digitaal stemmen. Mm. Daar staan ze, die twee clownen. En, dus allemaal digitaal stemmen. Want hoe gaat dat dan? Vertel even hoe dat gaat. Je moet ook via www.carnavalzevenbergen.nl. En die stemmen komen dan rechtstreeks bij Baroniet TV terecht? Nee, in Zevenbiltenland. Oh. Voor de optocht, hè? Ja, voor de optocht. Oh. Ja. Ik dacht dat voor het carnavalslied. Voor de optocht is het, hè? En dat is dan voor de publieksprijs. Ja, klopt. Waar het meest op gestemd wordt, die krijgt de publieksprijs. Oké, hartstikke leuk. Nou, dat moet je zeer zeker doen. Dat is leuk dat zo gedaan wordt op deze manier. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken. Ja, jullie waren fantastisch. Lekker een grote groep. Superleuk. Ja, hartstikke goed gedaan. En hoe is het met de bloem? Kijk. Oh, nee, hij is mooi geworden, toch? Hij is hartstikke fleurig. We zetten hem er gewoon bij. Goed gedaan. Ja, heel netjes gedaan. Ja. En is er voor de kinderen nou ook nog iets te doen vandaag in Zevenbiltenland? Of... De kindermiddag, hè? Oh, de kindermiddag. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier. Geniet er lekker van. En wij hopen dat jullie morgen fantastisch weer hebben tijdens een optocht. Wij gaan allemaal een weesje groetje bidden voor jullie. Goed zo. En dan komt het helemaal goed. Oké, okay. Bedankt voor de komst, hè? Bedankt voor de gastvrijheid. Ja, hartstikke bedankt. Oké, dank je. En we hebben nog even tijd voor een clipje. En dat is dan het liedje uit Oosterhout. Was zonder kaaien. Kijk. Nog een
kleffen brak in dag en maand. En geklets. De kleuren pitten flets, maar eens per jaar. Het liedje van Oosterhout was dat, Kaai en Donk natuurlijk. Annemarie, ja, we hebben de Barnevalslied verkiezen, maar we hebben ook nog een fotowedstrijd. Ja, daar willen we van alles van weten. Ja, van Esther. Je hebt een aantal gastfotografen rondlopen, toch? Klopt. Oh, ja, ik heb gewoon mijn eigen microfoon. Jij hebt een eigen microfoon. Ja, we hebben vandaag 2 deelnemers voor de wedstrijd. En de wedstrijd is veranderd, hè, dit jaar. Het is voor de eerste keer dat mensen zich bij voorinschrijving konden aanmelden. En die zijn een heel blok tijdens de live-uitzending hier. En die kunnen hun kunstjes vertonen straks. En daaraan hangt de wedstrijd. Ja. Waren er veel aanmeldingen voor de fotowedstrijd? Nou, het ging voor een allereerste keer verrassend snel vol. Okay. Dus ik heb heel goede hoop voor volgend jaar eigenlijk. Ja, dat is mooi. Ja. En hoe gaat dan die verkiezing in zijn werk? Zijn er dan de mensen die thuis die kunnen kiezen? Of, Nee, dat is wel een droom die ik al opgeschreven heb voor de dingen voor volgend jaar. Ja. Want het publieksprijs is natuurlijk eigenlijk nog leuker. Hoe leuk een vakjury ook is. Maar nu, dit jaar, wordt het zeker nog door een vakjury gedaan. En voordat ik het weer bijna vergeet te vermelden, mensen kunnen vanuit huis nog steeds op de ouderwetse manier in. Ja, dus dat kan ook nog steeds, hè? Ja. Meedoen aan de fotowedstrijd. Ja. Dus we hebben hier fotografen die foto's maken, hè? En daar krijg je een prijs voor. Maar je kunt ook van thuis uit een foto sturen die je gemaakt hebt. Klopt, helemaal. Ja. En hoe moet dat? Dat gaat via de website, hè? Dan via moet je dan website, uploaden. Ja. Bouwniet.cv, foto inzenden. Ja. En wat gegevens, vooral of je ook dinsdagavond bij de prijsuitreiking kan zijn. Want dat hoort er natuurlijk wel bij. Ja, dat hoort erbij. Ja. Die prijsuitreiking is hier in de studio. Ja. En hoe laat is dat? Groot feest. Ik denk dat het vanaf 9 uur weer. Ja, tussen 10 en 11. Tussen 10 en 11. Oké. Tussen 10 en 11. Dinsdagavond. Ja, dinsdagavond. Ja. Ja. Nou, oké, Esther. Dus lijkt me helemaal duidelijk. Zo. Ja, dus stuur allemaal de foto's in via de website van Baronie TV. We gaan nog even een clip laten zien. En met de mededeling dat de carnavalsoptocht in het Kielegat vandaag gewoon doorgaat. En dan is hier ook het Kielegats carnavalslied. Dat zie je de zon, dat zie je de zon. Ja, je bent een lekker ding, dat zie je de zon. En ook al rukt het niet zo lekker, ben je klaar met roepen. Ik ging naar Miske toe om 6:00. Stonden voor de grote kerk voor de Bredasse les. De koster keek ze aan en vroeg, maar wie is nou toch wie? En Kiske keek verbaasd en zei, maar zie de dadalie. Dat zie de zoon, dat zie de zoon. Ja, je bent een lekker ding, dat zie de zoon. En ook al lukt ze niet zo lekker, ben je klaar met uw gemekker. Je bent mooi, dat zie je zo. De Kielegatse vlag hangt uit en oh wat zijn we blij. We vragen aan elkaar, feest bij jou of feest bij mij. Ik weet niet of je het weet, maar wat een gekke vraag is dat. Het carnaval dat vieren met z'n allen in. Dat zie je zo, dat zie je zo. Ja,
gedenkt een lekker ding, dat zien ze zo. En ook al roept ze niet zo lekker, ben je klaar met uw gemekken. Gemooi, dat zien ze zo. Na een aantal biertjes zie je alles door mekaar. Nog even verder pilsen en de regenboog is klaar. Kor langzaam geel en groen en ik zie een beetje blauw. Maar rood-oranje is de kleur waar ik het meest van hou. Dat zie je zo, dat zie je zo. Ja, je bent een lekker ding, dat zie je zo. En ook al rukte niet zo lekker, ben ik klaar met uw gemekker. Je bent mooi, dat zie je zo. Dat zie je zo, dat zie je zo. Ja, je bent een lekker ding, dat zie je zo. En ook al rukte niet zo lekker, ben ik klaar met uw gemekker. Je bent mooi, dat zie je zo. Ja, en dit was dan natuurlijk lied nummer 7 van de Barnevalsliedverkiezing. En dat was van de Bredase Turfschippers en het Zoijke met het nummer Das zie je zo. Dus als jij daar nou het mooiste nummerke vindt, dan moet jij daar natuurlijk op gaan stemmen. Ja, we zijn aan het eind gekomen van het eerste gedeelte van De Prins Geen Kwaad. Annemarie, ik bedank jou voor gastpresentator zijn. Patrick gaat het zo dadelijk van jou overnemen. Ja. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vond het fantastisch. Ah, maar ik heb zo. Ook alle vertrouwen in Patrick. Ja. Ik heb hem net al gezien. Ja, hele toffe peer, dus hij gaat het ook fantastisch doen. Nou. Ik vond het heel leuk en ik vond het echt een eer om hier naast jou te mogen zitten. Altijd, daar wil mooi ik jou zo. Enorm voor bedanken. Goed zo, graag gedaan. Dank en je een wel. Hele fijne carnaval verder. Dank je wel, jij ook. Oké, dank je. Tweede gedeelte van De Prins Geen Kwaad op deze maandag. En we zeggen het nog maar een keertje. De optochten gaan vandaag gewoon door. Ook die in het Kinogat. En Patrick Roeland is de volgende gastpresentator. Patrick, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ad. Ja. Voorrecht en een plezier om hier te mogen zijn. Mooi zo, mooi. Jij komt uit, ook uit Breda, het Kinogat? Ik ben een geboren en getogen Kinogat. Ja. Ik vier hier ook graag carnaval, moet ik zeggen. Nou, hartstikke leuk dat je vandaag gastpresentator bent dit uurtje. Zullen we het eerste gezelschap van dit uur binnen gaan roepen? Dat lijkt mij een goed idee. Volgens mij uit het Schransersrijk. Ja. Dus ik zou zeggen, kom er maar in. Ja. Draaien! Ja hoor, daar is die. Goedemorgen, jullie hebben de lijst al bij, zie ik. Goedemorgen, goedemorgen. Hallo, goedemorgen, goedemorgen. Ga zitten. En de jeugdprins mag daar gaan zitten? Ja, ja, natuurlijk, want die hoort er natuurlijk ook bij, hè? Want het is prins Pierre en prins Lars. Ja, dat klopt. Jeugdprins Lars. En het is Ad en deze meneer hadden we nog niet. Patrick. En Patrick, goed zo. Ja. En een grote lijst bij, want... Ja, een grote lijst. Nou ja, Ad helemaal maar meteen de deur uit te vallen. Ja, maar dat is jullie motto toch, hè? Ons motto, ja, dat wou ik net zeggen. Ons motto is natuurlijk gebend om in te lijsten. Ja. Nou, als er één iemand is die... vandaag om in te lijsten is, dan ben jij het natuurlijk wel. Omdat je vertrekt, hé. Ja. Kijk. Oh, kijk eens aan. Dus doe een uitzending zo, op deze manier bijvoorbeeld. Deze manier. Ja. Je bent toch om in te lijsten, kan je vasthouden ook nog hier. Zo. Oh, ja. Nou. Kijk. Nou, ze gaan weer heel goed. Voor het plaatje even leuk. Voor het plaatje even leuk. Nee, en omdat het jullie motto is natuurlijk. En dat ons motto is. En wij hebben van het jaar genoeg mensen om in te lijsten. En dan ben ik eigenlijk eentje van. Nou, dankjewel. Dankjewel. Hoe is het carnaval tot nu toe in Traaien? Ja, gaat goed in Traaien. Ja, we hebben altijd goed in Traaien. Het gaat altijd heel goed in Traaien. We hebben vorige week zijn we al met een heel mooi
item begonnen, namelijk 33 jaar jeugdraad. Dat vind ik toch wel even heel bijzonder. Ja. Wij hebben in Traaien al 59 jaar carnaval, maar we hebben dit jaar ook 33 jaar jeugdraad. En dat hebben we vorige week gevierd met een hele grote jeugdraad die er ook bij is. En een geweldige prins Lars II die voorop gaat. Hebben wij vorige week al lekker gevierd, namelijk 33 jaar jeugdraad. En van het jaar hebben we gewoon mooi carnaval. We hebben een mooie optocht gehad gisteren, dus gaat helemaal goed. Ik krijg in mijn oortje door dat we de lijst weer moeten doen, want dan kunnen die mannen dan komt de gein niet zo goed in beeld. Oh ja, dat kan helemaal niet. Dus dat gaan we niet doen. Zo. Maar het was heel leuk om eventjes als schilderij te fungeren. Vond ik ook. En goed, zo eventjes naar de jeugdprins gaan. Ja, het is wel. Ik was al meteen benieuwd. Jullie zijn allebei de tweede. Ja. Zit daar nog een verband tussen? En dat bedoel ik niet van dat weet het spul, maar... Nee. Nou ja, dat kan hij wel vertellen, denk ik. Nou, 2 jaar geleden was er ook al een Prins Lars, de eerste. En ja, dat is heel logisch. Ik ben dan Prins Lars de tweede. Dat is echt heel logisch, ja. Ja, en voor mij is het wel heel bijzonder, want er was een Prins Pierre de eerste, een paar jaar terug. Ja, nou, daarom ben ik nu Prins Pierre de tweede. Ja. Eigenlijk het is ongelukkig. En toevallig allebei de tweede. Allemaal toevallig de tweede. En wat moet jij nou doen als jeugdprins? Nou, gewoon gezellig houden, echt een feestje van bouwen en de raad goed bij elkaar. Volgens mij kan jij er wel, hè? Kan jij er wel allemaal. En nou is het motto, want bij jullie is het met de lijst. Ja. Bij Baronie TV is het, wat was het ook alweer? Ja. Het lijkt wel zomer. Wij vragen de gezelschappen om een bloem te maken. Ja, ja. Of laten we dat iemand van de jeugdraad doen? Of hoe gaan we dat mogen wij vertellen. Lars, wie gaat het doen? Wat dacht je van de veldwachter? Jouw jeugdveldwachter? Ik vind de jeugdveldwachter wel daar goed. Ja, die kan daar wel. Dan gaan we dat doen. En jullie hebben ook nog een heel leuk carnavalsliedje. Dat hebben wij zeker. Wij hebben een heel mooi carnavalsnummer. Nou, ze zijn er niet bij, geloof ik, hè, van het V-team. V-team hebben we niet meegenomen, want die hadden een mooie activiteit vandaag. Die meiden, dat zijn de meiden van Noodkreet. Ja. En die hebben vandaag een Noodkreetdag. Dus die zijn al vanaf 's morgens vroeg met de groep op pad. Maar ze hebben wel een hele mooie clip. Volgens mij gingen jullie die wel uitzenden. Ja, laten we nou zien. Ja. En die clip die is echt fantastisch. Ja. En het V-team, het gaat heel erg goed. Ja. Hun nummer over rosébier scoort goed hier bij Baronie TV. Ja. Volgens mij wel heel erg goed. Heel erg ik hoop natuurlijk dat dat zo blijft. Ja, dus, gisteren stonden jullie 1 volgens mij. Dat bedoel ik. Daarom zeg ik dat we heel goed scoren. Een mooie uitleg waarom ze er niet bij zijn. Maar ze hebben waarschijnlijk gewoon te veel rosébier. Nee. Ze houden van rosébier, maar het is nooit genoeg hoor. Ja, nou, wij gaan rosébier bekijken. En dan gaan we zelf aan het gewone bier. Zullen we dat doen? Doen we. Oké. Ze wil rosébier, niet gewoon bier.
Zo, dat was het V-team uit Schaalsersrijk. Die gooit toch hoge ogen en die krijgen behoorlijk dorst dan, moet ik zeggen. Ja, ik ook. En het is een mooie club, meiden. En ik ben blij dat zij vertegenwoordiger zijn. Van, jullie kwamen zelf ook nog voor in de clip, ze hebben een mooie clip gemaakt. Ja, ja. Volgens mij is het niet alledaags nummer. En ik denk dat hij daarom ook zo hoog scoort. Dus heel erg goed. Leuk. Wat voor mij ook hoog scoort, is dat jullie toch heel veel werk ervan hebben gemaakt. Ik zal hem even laten zien. Jullie hebben jullie eigen schrazerskraant. Ja, zeker. Kijk even goed naar wat erop staat. Want er is ook nog eens een keer een jeugdvariant van. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? En ik zie trouwens dat op allebei staat de foto van de prins, toch? Nou, ja. Nee, dan moet een bladzijde omslaan. Oh, daar staat hij er wel. Sorry. Gelukkig wel. Ja. Maar kun je er iets meer over vertellen? Ja, de carnavalskrant die brengen wij al jaren rond, zeg maar. Hè. Die zetten we uit, die brengen we uit. En de Schaatsers Jeugdkrant die is er sinds een jaar of 3. En daar zetten we echt alle specifieke jeugdactiviteiten die te doen zijn in Traaien, die komen echt in een aparte krant. Net als een kleurplaat, maar ook het voorwoordje is dan van de prins. De scholen schrijven er een stukje in. Kinderen die met de kinderoptocht hebben meegedaan, die schrijven er een stukje in. Dus er komt helemaal, alles van de jeugd staat in een aparte krant, zeg maar. Dus, hartstikke leuk hoor. Ja, dat is heel mooi leuk. Dat jullie daar zoveel aandacht aan besteden. Maar ja, 33 jaar al, hè, ook nu met de jeugdraad inmiddels. Ja, precies. Dus, hebben jullie ook nog een nieuwe vlag volgens mij? Ja joh, wij zitten helemaal in de gadget. Ja. Dit jaar hebben wij een mooie nieuwe Schaatsers vlag. Ja, met de molen. Met, ja, de Schaans, de Meulen, de Merk en de Kerk. Dat zit bij ons in het Volkslied. De Schaans, de Meulen, de Merk en de Kerk. Nou, die hebben we erin. En het mooie werken van de Schaatsers. Ja. Schaatsersrijk. En we hebben bijbestellingen moeten doen, dus het loopt als een tierenlier in Traaien. Dus we hopen dat heel veel mensen de vlag gaan uithangen. Het gaat gewoon hartstikke goed. Er zijn geen minpunten uit te delen, volgens mij. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. We hebben het over uitdelen. Uitdelen. We hebben nog wel wat bij hem uit te delen. Worstenbrood natuurlijk. Worstenbrood. Ieder jaar brengen we wel worstenbrood mee. En dit jaar weer natuurlijk van onze bekende bakker Van Dongen. Zit weer in de finale voor... Voor beste bakker? Beste worstenbrood. Beste worstenbroodje uit Brabant. Oké, nou lekker. Daar kunnen geen 20 onderscheidingen tegenop. Keeltjes smeren in de belangrijk, maar een hapje eten. Goede bodem, hè? Goede bodem. En we zijn natuurlijk van de Schaansers. We schaansen nogal wel af, dus vandaar dat die worstenbrood wel op zijn plek is. Hè? Ja. Is er nog iets wat je echt tegen de mensen in Traaien wil zeggen? Ja, je hebt al over die vlag gehad, of wil de jeugdprins nog tot iets oproepen? Nou, wat wil jij nog vertellen? Of het programma misschien nog? Nou, veel plezier met carnaval nog, de laatste paar dagen, maar daar denken we nog niet aan. Heel goed. We gaan gewoon nog lekker door. Ja. En veel bier zuipen, wel boven de 18. En onder de 18 moet je veel cola en fristie drinken. Kijk, heel goed. Nee. Heel goed. Nou, heel goed. Volgens mij kan hij over een jaar of, hoe oud ben je nu? Ik ben 12. 12, nou ja, over een jaar of 6, 7. Zou je volgens mij wel de grote prins kunnen worden. We krijgen nog even bitterballen. Ook nog, nou. Ja, zeg, laten we nog eventjes... Dus gaan ze gewoon door, hè? Dus laten ze eventjes doorgaan. Hè, want jullie nog ik denk dat mijn veldwachtencode wel rondgaat. Ja, die kan er wel. Nee, maar zij zou zo de grote prins kunnen worden. Ik weet niet of jullie een pen hebben en een contract, maar gaan we het motor al vastleggen, toch? En hoe is het met de bloem gegaan? Oh, hij is mooi. Ja, hij is mooi. Ja, hij is mooi. Heel goed, heel goed. Even kijken. Ik zet hem eventjes zo voor de camera. En die zetten we hierbij. Dankjewel. Heel goed, heel goed. Nou, hij heeft al een oproep gedaan. Ja. De prins ook nog? De prins ook nog, ja. We hebben nog twee fantastische dagen natuurlijk te gaan in Traaien met carnaval. We gaan vandaag nog, wat ik al zei, naar de noodkreetdag. We hebben nog een braaipottendag daar waar we naartoe gaan. Vanavond hebben we ook nog een bezoek bij SOFAC, met de mensen met een verstandelijke beperking, waar wij ook heel graag naartoe gaan. En waar we een feestje gaan bouwen met die mannen vanavond. En morgen, ja, daar moeten we nog niet aan denken, hè, Prins Lars. Nee. Maar morgen gaan we nog een laatste dag doen en dan brengen we nog her en der wat bezoeken. Doen we dinsdag ook nog een lampionnenoptocht. Verbranden we Boer Klaas ook nog op het dorpsplein. En dan is het echt... afgelopen. Ja, dus doen we nog een rondje. En, daar gaan we nog niet aan denken. Daar denken we inderdaad. Zo ver weg. We hebben nog een hartstikke mooie dag te gaan vandaag. Dus
Ja, dan gaan we jullie bedanken voor de komst hier naartoe. Ja, ja. Ad, omdat het jouw laatste keren zijn, ja, volgens mij word je enorm verwend. Ja, gewoon enorm verwend. Dus ik heb het in een kistje gedaan. Het is geen reclame, dus ik kan hem gewoon op tv openmaken. Ja. Misschien leuk voor... Ga ik even doen. Zo te zien wordt het Atterowijn. Ja, nee, het is geen wijn, het is geen wijn. Het is een Toedelaar biertje. Wat is nou het verhaal achter Toedelaar bier? Wij hebben ieder jaar mag één van de optochtdeelnemers, de overall winnaar, die mag een eigen biertje brouwen. Vorig jaar was dat CV Toedeloe en die hebben er een Toedelaar biertje van gemaakt. Ja? Dus een pittig biertje, voorzichtig. Oh, ja, doe ik dan na carnaval dan. Nou, dat mag. Doe er uw gemak mee en drink hem lekker op. Hij is voor jou, Ad. Ja, nou, hartstikke bedankt. De Saansers natuurlijk ook bedankt. Bedankt dat jullie al die jaren hier natuurlijk geweest zijn. Tuurlijk, hier aan tafel hebben gezeten. Altijd met worstenbrood gekomen. Ja, zeker. Ik hoop dat we jullie morgen nog terugzien met tenminste in ieder geval het V-team. Ja, dat hoop ik ook. Ja, ja, en misschien komen jullie nog mee. Maar wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Ja, ja. Nogmaals bedankt. Een goede carnaval. En een goede carnaval is heel erg belangrijk. Oké, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. En ik denk dat wij het liedje van de kolenspuiters krijgen ondertussen. Dan gaan we daar even naar kijken. Jullie ook allemaal bedankt, hè? Natuurlijk. Hey, tot ziens, hè? Oké. Hoi. Hoi. Dokter, ik heb de laatste tijd zo'n ongelooflijke tuut in mijn oren. Zou je eens kunnen kijken? Laat me eens kijken, Prins. Oeh. Maar Prins, heeft u wel eens met lawaai te maken? Wat dacht u zelf? Je wilt toch echt wel horen, stop die loppen in uw oren. Doe die loppen, loppen, loppen er nou in. Ik zeg het u van tevoren, doe die loppen in uw oren. Doe die loppen, loppen, loppen er nou in. Ook boven in de toren, achter de klokken wil blijven horen. Doe die loppen, loppen, loppen er nou in. Ik wil jouw lol niet gaan verstoren, maar doe die doppen in uw oren. Dan beginnen we gewoon weer bij het begin. Je wilt toch echt wel horen, stop die doppen in uw oren. Doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Ik zeg het u van tevoren, doe die doppen in uw oren. Doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Mocht er thuis een gatje boren, doe die doppen in uw oren. Doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Niet van achteren of van voren, nee, ze motten in uw oren. Ja, die doppen, die hebben echt wel zin. Je wilt toch echt wel horen, stop die doppen in uw oren. Doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Ik zeg het u van tevoren, doe die doppen in uw oren. Je neemt met goeie oren geboren, doe die doppen in uw oren. Doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Ik zal u niet gaan overhoren, maar doe die doppen in uw oren. Daar gaan we gewoon weer in. Je wilt toch echt wel horen, stop die doppen in uw oren. Doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Ik zeg het u van tevoren, doe die doppen in uw oren. Doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Hij ligde in uw nest met je piep in uw oren. Dan heb jij je doppen niet in gehad. Het is gewoon niet best met dat kabaal in uw oren. Dus neem uw doppen mee naar de stad. Stop die doppen in uw oren, doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Ik zeg het u van tevoren, doe die doppen in uw oren, doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Je wilt toch echt wel horen, stop die doppen in uw oren, doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Ik zeg het u van tevoren, doe die doppen in uw oren, doe die doppen, doppen, doppen er nou in. Het liedje was eerder afgelopen dan gedacht, dus nog even snel een stukje worstenbrood. Dat was een goeie stukje worstenbrood. Voor mij mag die de winnaar worden van die worstenbroodverkiezing. Het was het liedje van de kolderspuiters, die ook mee in de Barnevalsliedverkiezing. Zullen we de volgende prinses binnen gaan roepen? Dat lijkt mij een heel goed idee. En die komen uit Tolderingen. Ja. Dus ik zou zeggen, mannen, kom eens binnen.
kon niet aardig, hè? Kon niet aardig. Ik ken niet aardig. Ik ken niet aardig. Zo. Goedemorgen. Gaat u zitten. Goedemorgen. Twee hoogheden weer. Ja. Dankjewel, meneer Ad. Dag, meneer Patrick. Hallo. Hallo. Prins Ivo? Nee. Ad. Ad. Geen Prins Ivo? Nee, Ad. Natuurlijk niet. Waar beginnen? Dat weten we ook alweer. Ja, Prins Yves. Prins Yves. Zo is het. Hij snapt het. En de jeugdprins? Prins Koen. Ja. Kijk die even na een plaatje op. Ja, handig voor de presentatoren. Maar er komen er bij jou ook zoveel aan. Ja, daarom. En dan kun je niet alles onthouden. Ik zal het voor lief nemen. Ja, voor deze keer. Okay. Ik zag hoe van de week nog heel mooi in de krant staan. Ja. Op de voorpagina van Stad en Streek van BN De Stem. Ik schrok me wild. Ja, dat is de dag. Ja. Ja, ik in eerste instantie ook maar goed. Ja, nee, dat dacht ik. Dat was leuk, hè, met die, want dat was dan een speciale raadsvergadering. Ja. Vertel daar eens van over. Nou ja, dat is dinsdagavond en dan is het boven in de raadzaal. Dan moeten de prinsen, die mogen 5 minuten 55. Ja, dat ga ik nooit redden, want ik zat op 15:55, ja. Had ik begrepen. Maar dan mag je op een ludieke manier, hè, de wethouders, raadsleden en de burgemeester, een klein beetje in de zijk zetten, om het even zo te zeggen. Ja, ja. Dus dat was erg leuk. En dan moet je op zaterdagochtend moet je dan naar de mes, wat heb je het gelag, de vorsten. En dan krijg je uiteindelijk de sleutel overhandigd van onze Paulus. Hè? Want zo mocht ik hem noemen afgelopen dinsdag. Nou niet meer, is gewoon burgemeester Paul. Ja. Maar afgelopen dinsdag mocht ik Paulus zeggen. Ja, ja. 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 Dus het was een bijzondere ervaring. Dus. Absoluut, ja. Absoluut. En ja, het was de tweede keer voor mij natuurlijk. Mm-hmm. Vorig jaar was het in de Grote Kerk. En nu was het in de gemeenteraadzaal. Dus het was weer eens een andere belevenis. Ja. Ja, dat klinkt mij goed. Kun je nog wat meer vertellen over het programma wat jullie al hebben gehad en wat er allemaal nog te komen staat? Och jee, waar moet ik beginnen? Ja, bij het begin denk ik, hè? 11-11. Nee. Zo de afgelopen dagen, hè? Jezus, nu nou. Dat was je eerste jaar. Dat gaan we niet doen. Nee, maar vrijdag overdag, dan gaan we altijd alle basisscholen af met de kapel. Kenny Harder, dames en heren. Ja, jongens, nog een applaus, hoor. Jawel. Een nieuwe jeugdkapel uit Totteringen, met allemaal Totteringenaren. En kunnen aardig muziekjes spelen. Ja, dat hoorden we juist al. Maar dat was dus vrijdag was het. Hè? Dan gaan we alle basisscholen af. Nou, we hebben de vier in Teteringen. Dus gezellig met de kapel. Op de Prinsenwagen, mee de jeugdraad. Natuurlijk. Ja, die gaat ook mee. Ja. Was voor het eerst, Koen, dat de jeugdraad dit jaar meedoet. Was leuk, Koen. Was leuk. Heel leuk. Ja, mooi zo. Ja. En dan aan het eind van de dag zijn we nog eventjes naar Zuiderhout geweest, naar ons bejaardenhuis in Teteringen. Ja, daar word je ook met open armen ontvangen. Ja, dat is mooi. Dat is echt geweldig. Ja. Dat is echt, en ze wilden ze ook allemaal op de foto met ons. En ik ben af en toe net Sinterklaas. Ik ben net Sinterklaas. Ja, dat is echt. Ja, dat was de zaterdag en dan? Nee, de vrijdag. Ja. Ik was bij de vrijdag. Dan zullen we de rest straks doen. Ja, ik heb het helemaal al gehad. Dan. Want ik wil even naar die kapel toe, omdat die was je zo mooi aan het aanprijzen. Ja. En als jij daar nou eens even naartoe gaat. Even proberen weg te komen hier. Ja, dat gaat wel lukken. Wie gaat namens jullie het woord doen, mensen? Wie is hier? Natuurlijk degene met de grootste. De grootste, zo. Dat is altijd zo, hè? Dat is altijd zo. De grootste. Allereerst, ik speel zelf ook graag een dotje trompet en complimenten. Jullie maken een goed stukje muziek. Dus echt waar. Hoe lang bestaan jullie al? Een half jaar. Nou, dan is het nog indrukwekkender, moet ik zeggen. Heel erg goed gedaan. Echt allemaal Totteringenaren? Nee, een paar uit... Allemaal Totteringenaren. Echt fantastisch. Dat heeft de prins namelijk net gezegd. Het verhaal moet wel kloppen, hè? Oké. En wat voor nummer gaan jullie nog meer spelen ze dadelijk? This is my life. This is my life. Dat klinkt goed. Ad? Ja. Kunnen wij het in vinden, hè? Ja hoor. Goed, ik zou zeggen, doe het maar. Thank you.
Nou, het kan niet aardig, maar het was hard genoeg, hè? Het was hard genoeg. We hebben fantastisch gespeeld, jongens. Echt. Ja. Grandioos. Nou, gaat de jeugdraad gaat hier zitten, maar misschien is het handiger als jullie alvast een beetje die kant op gaan. Want we gaan zo dadelijk dat carnavalsliedje van jullie draaien. En dan is het bedoeling dat jullie dan live mee gaan zingen, hè? Want kunnen we mooi eventjes aan de jeugdprins misschien even wat vragen stellen? Ja, ja, want dat, ik vind het een heel leuk liedje wat jullie gemaakt hebben. Dat vinden wij zelf ook. Ja, toch? En ik vind dat je het heel goed doet. Dankjewel. Heb je goed geoefend erop, of niet? Ja, dat hebben wij wel. Kun je de tekst een beetje onthouden ook? Of moet je het nog steeds oplezen? Nee, dat hoeft niet meer, hoor. Nee? We zingen dat lied zo vaak. Ja? Geboren presentator, hè? Ja. waar heb je het allemaal al gezongen? Kiki Lievebal, gisteren bij het Brakkebal. Ja, eigenlijk overal waar we komen zingen we het wel. Gisteravond in de uitzending hebben we het ook gezongen. Ja, want toen heb je het toch gewonnen bij Mobos? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, tuurlijk. Ja, kan niet anders natuurlijk. Ik zeg gewoon rechtstreeks door naar de Voice Kids. Ja. Nee, niet meer twijfelen. Gewoon gaan. Ja. Oké, okay, nou ga je ook alvast daar naartoe. Dan gaat dat zo dadelijk goed komen. Ja, Prins Yves. Vandaag en morgen, wat staat er dan nog bij jullie op het programma? Vanmiddag hebben wij voor het weer het, jaren geleden is er wel eens het Super Sikkenspel georganiseerd. Mm-hmm. En nu zijn er 5 nieuwe leden, want we hebben dit jaar 5 nieuwe leden in de Raad van Elf. Die hebben het voortouw genomen om het Super Sikkenspel opnieuw op te starten. Ja. En wij hebben voor vanmiddag 20 teams. Zo. Van ongeveer 10 deelnemers per team, die dus vanmiddag het Super Sikkenspel mee gaan doen. En dat houdt in dat, dat we 4 cafés hebben. En in die 4 cafés zijn er steeds spelletjes. Oh, wat leuk. Doe-spelletjes, denkspelletjes. Ja, ja, ja. En dan gaan ze steeds van het ene naar het andere café om opdrachten uit te voeren. Ja, ja. Ja. Dus dat is vanmiddag? Dat is vanmiddag. En dan hebben wij vanavond natuurlijk de enige echte lampjesoptocht in de Benelux gehad. Ja. Ja. En vanavond hebben we zeer hoog bezoek. Want Paul komt weer vanavond meerijden met optocht Depla, de burgemeester, samen met wethouder Mirjam Haag. Ja. En, oh, dat is leuk dat ze, dat ze naar tot z'n ringen komen. Ja. Ja, 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 Mirjam is in de sik, hè? Ja, dat is een dus sik. Die, ja, ja. Dus die kan er eigenlijk niet buiten. Nee, die kan er eigenlijk niet buiten. Dat is waar. En het leuke is dat ze vorig jaar hebben ze bij mij op de wagen gestaan, de optocht afgesloten. En nu gaan ze de optocht openen, dus ze rijden vanavond mee op de jeugdwagen, zodat ze de optocht het startsein kunnen geven. Ja, ja. Dat is wel leuk dat jullie vanavond dan zo'n verlichte optocht hebben, ja, hè? Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een bewuste keuze geweest. Hè? Als je ziet dat ook vanmiddag hier in het Kielengat een optocht is, is er natuurlijk over nagedacht van we moeten iets anders gaan doen. Ja, hè? Ja. En hebben we voor gekozen om het uiteindelijk op maandagavond weg te zetten. Ik denk dat dat een hele juiste keuze is, hè? Ja, ja, dus alle wagens die vanmiddag in Breda mee rijden, die komen het viaduct over richting Totteringen. En ze doen er 17 lampjes in, altijd en draaien om. Ja, ja. Zo simpel is het. Zo simpel kan het zijn in het leven, hè? Even opletten en dan komt het allemaal goed. Ja. Nee, ja. Ik hoorde dat we vanavond bij Baronie TV dat ook nog te zien krijgen. Ja. Dus, ja. Dus, morgen. Oh, morgen. Oké. Jij krijgt door in jouw oor. Ja, dat dacht ik al. Ja, niet dat ik... Ik word niet ingestraald. Nee, dat komt goed. Nou, hartstikke leuk allemaal. De jeugdraad staat er klaar. We gaan eens even... Ga er eens even naartoe. Even Patrick. Vragen of ze wat reclame kunnen maken. Koen. Dan heb ik een microfoon voor jou. Hey, luister eens. Jullie gooien hoge ogen, denk ik, hè? Kun je nog één keer noemen welk nummertje van het lied jullie hebben en hoe het heet? Nummer 1. En ons lied is Het klinkt als een klokske. En dat ik denk ook dat het zo klinkt, of niet? Dames en heren, Het klinkt als een klokske. De jeugdraad van Totteringen. Komt ie aan. We zullen
zo. Ja. Nou, het klonk inderdaad als een klokske, hè? Dat is ons motto. Ja, 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 ja. En dat hebben ze weer fantastisch gedaan, die jeugdraad. Ja, dat blijkt wel. Ja. En want even kijken, want dat was dan tijdens de 11e van de 11e. Hebben jullie een soort van songfestival, zeg maar? Ja, ja, dus wij hebben de onthulling. Onthulling van uiteindelijk de jeugdraad en Prins Koen. Ja. Daartussendoor hebben we dan het songfestival, oftewel dat heet bij ons een Blair Sikkebal. En daar heeft de jeugdraad heeft dat dit jaar fantastisch gewonnen. Dus daar wil ik een heel groot applaus voor. Ja, 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 ja. Heel erg goed gedaan. Ja, ja. Zeg, ik zie een paar drankjes staan. Ja, daar ga ik even staan, Ad. Oh ja. Ja. Okay. Ik ga geen dansje doen, dat niet. Maar kijk, wij hebben namelijk in ons dorpje hebben wij. In Stilburg hebben ze Schrubbelen, geloof ik. Ja. Kijk, en wij hebben in ons dorpje hebben wij het Sikkebitter. Sikkebitter? Ja, dus ik wil even met jou proosten, want ik vind het wel, jij doet dit al 23 jaar. Ja, hè? Ik heb het ook gehoord. En je bent ook al op een aardige leeftijd. Ja. Ik moet zeggen, je ziet er beter uit, toch? Ja? Ja, dan ben ik zeg. Oh, okay. Ik zou niet zeggen dat je 48 bent, maar. Maar toch? Dus ik wil even. Patrick krijgt er ook een. Ja, ja, ja. Ik mag meedoen, hè? Ja, Koen, jij krijgt er geen. Jij moet ijsthee drinken. Maar ik wil in ieder geval jou. Jij gaat ermee stoppen. Ja, heel veel succes. Jaar, heel veel succes. Dank je wel. Ik zeg op Ad. Op Ad. Ja. Ja, en op Bar en TV. En op Totteringen natuurlijk. En op Totteringen natuurlijk. Wauw. Oké, maar we zijn nog niet klaar, hè? Nee. Want ik ga hier niet meer komen. Of tenminste, misschien wel. Maar jullie zijn natuurlijk altijd gewoon welkom. Ja, hè, maar om ons niet te vergeten, ons Sikkeland, heb ik ons Sikske meegenomen. Een Sikske, dus wat leuk. Die kennen bij jou op de wc aangekomen. Ja, ja. Kijk maar wat je ermee doet. Hartstikke mooi. Kijk eens aan, dat is dat. Dankjewel. En dan hebben wij natuurlijk ook, want het motto was met zomer, hè? Ja, lekker wel zomer. Ik zag jullie al met zonnebrillen, ik zag jullie al binnenkomen. Ja, dat had ik wel gezien. Jij begreep het, hè? Ja, ik begreep het. Dus wij hebben voor jou een mooi hoedje gemaakt. Met een zonnebrilletje, met een slingertje. Oh. Kunnen we nog één keer dat thema? Zonnebrillen hebben wij nog niet gehad. Ik weet niet. Zonnebrillen hebben wij nog niet gehad. Zonnebrillen hebben wij nog niet gehad. Zonnebrillen hebben wij nog niet gehad. Wam, wam. En ik weet niet of dat het je kleur is. Ja, ach, ja. Ja, en de plaat weet ik ook niet, maar... Maakt niet uit, maakt niet uit. Ad staat alles, hè? Ja, alles, Ad staat gewoon alles. Zelfs daar een op zijn bolletje, dat gaat goed. Dus wat dat betreft, dat is voor jou. Dankjewel, dankjewel. Je hebt al zoveel emblemen gehad, volgens mij de afgelopen dagen, dat wij zoiets hadden... Dit is weer eens van anders. Die emblemen komen gewoon in een oude doos, hè? Zo gaat hij, Ad. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dan, je zei het net al, het lijkt wel zomer, dat is het motto bij Baronie TV dit jaar. Daarom vragen we alle gezelschappen een bloem te maken. Prins Koen, de jeugdprins. Volgens mij kan jij dat heel erg goed. Jij kan goed zingen, jij kan goed praten, jij kan alles, zie je wel. Ja. Nou, als jij nou de bloemen gaat maken, dan gaan wij nog eventjes naar Kenny-aardig. 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 Kenny-aardig.
Fantastisch gedaan, mannen. En vrouwtjes. En vrouwtjes. Ja. Over vrouwtjes gesproken. Ja. Gertse, volgens mij voor het eerste jaar hofdames gekregen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, ja. Twee. Twee. Maar eentje is er op dit moment op dansles. Op dansles? Ja, die moest, want ja, het probleem is natuurlijk, je wordt natuurlijk niet zomaar hofdame. Nee. Oh, moet ik de microfoon? Ja, ja. Gaan we weer zitten. Gaan we weer zitten. Oh. Ja, want, ja. Kijk, je moet natuurlijk gewoon niet zomaar hofdame. Nee. Dus er is een commissie voor om te kijken van, dat je een beetje kan dansen. Mm-hmm. En die andere die was nog niet zo geoefend. Dus die moest vanmorgen nog even naar de dansschool. Naar de dansschool. Ja, dus er eentje bij vanochtend. Ja. En die kan dansen. Oh, die, jij kan niet dansen? Ja, dat wilde jij niet weten. Oh. Ik voel een uitdaging aan. Ik heb ze beloofd dat ik ze nooit voor op het podium wil zeggen, hebben. Dan doe ik het gewoon. Nou. Ja, dus, ja, dat ik heb gezegd, jij doet dat niet, zei ze tegen mij. Ik zei, nou, dat beloof ik. Dus ja, als iemand anders doet, kan ik het niet doen. Kom maar mee. Kom. Nou, we gaan naar het podium. Ja, kom. Kom. Dan gaan we, zal ik meegaan? Ja, dames en heren, Chris gaat mee. Kom, we gaan het gewoon met z'n allen doen. En dan wil ik natuurlijk een daverend applaus. Wat is je naam? Lieke. Niemand gaat die naam meer vergeten, dames en heren. Daar gaat ze, hoor. Daar gaat ze. Ik weet niet of het Kenny Harder nog wel harder kent. Ja. Wow. Ze kunnen werkelijk alles spelen, hè? Dat is onvoorstelbaar. Ja, ja. We worden Sweet Caroline en Sanseveria hebben we voorbij horen komen. Wij hebben zoveel talent in Tottenringen, dat wilden we niet weten. In Tottenringen heeft de jeugd ook de toekomst, hè? Want het is, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd daar is, maar daar ben ik heel blij mee als muzikant. 12, denk ik, zoiets. Ja. zeg, Prins Koen. Nee. Is het een beetje gelukt met zijn bloem of heb je hem ergens anders uitgehaald? Natuurlijk, uit dat ik alles kon. Ja, maar volgens mij heb je die echt zelf gemaakt? Helemaal zelf. Helemaal zelf? Ja, die heb ik zelf daaruit getrokken. Je hebt zelf eruit gehaald, ja, dat heb ik gezien. Moet hem maar niet zeggen. Moet je niet zeggen. Hey, Prins Koen. Steek hem daar maar weer bij dan. Prins Koen, ik zeg altijd maar zo, zelfvertrouwen is ook een vak, hè? Ja. Toch? Ja, daar heeft Koen weer last van. Nee, dat is
Nog eventjes naar prins Yves. Is er nog iets wat je tegen de mensen in Totteringen wil zeggen? Wat je nog even kwijt wil? Dat ook, dat sowieso, hè, Koen. Stem op de jeugdraad. Oh ja, stem op de jeugdraad. Ja, ja, ja. Dus dat is nummer één. En ja, ik moet zeggen, we zijn de goede kant op gegaan met Totteringen met carnaval. Dat meen ik echt. Ja. We zijn over een andere boek is het gegooid met z'n allen. En ik moet zeggen, als je ziet hoe druk dat het in de kroegen is, hoe druk dat het op straat is. Fantastische jeugdoptocht afgelopen zaterdag. En ik ga ervan uit dat we vanavond ook weer een fantastische lampjesoptocht hebben. Ja, hartstikke leuk dat jullie dat zo doen hebben. Ja. Inderdaad, ja. Wat je zegt, ze vandaag optocht vanmiddag in het Kielergat. Ja. Ja. En dat jullie dan vanavond een alternatief hebben. Ja, absoluut. Dus ik ga ervan uit dat het vanavond weer grandioos gaat worden. En daarna ook weer in de kroegen, dat die weer vol zitten. Dus wat dat betreft wens ik iedereen een hele fijne carnaval. En wil ik iedereen uitnodigen of om mee te doen vanavond. Of om gezellig langs de kant te komen kijken naar de lampjesoptocht vanavond. Zeker. Zo. Ik ga jullie bedanken voor de komst. Ja, en ook, hartstikke leuk dat jullie hier weer waren. Graag gedaan. Even handjes schudden. Ja. Bedankt. Ja, goed gedaan. Patrick, dankjewel. Dankjewel, hè. En Patrick, ik neem ook meteen afscheid van jou, hè, als presentator. Want het volgende uur komt er weer iemand anders. Maar dat doen we niet voordat ik nog één klein woordgrapje er tegenaan heb gegooid. Want iedereen geeft jou onderscheidingen, flessen, drank en noem maar op. Ik dacht... Ik heb straks zoveel tijd over, hè, na de carnaval, om lekker zelf verkleed, zo anoniem mogelijk, erin te gaan. Ik ga je niet helemaal in het pak hijsen. Nee. Maar ik denk, wat nou beter als dat Ad Romein met lange ei de volgende carnaval gewoon als Ad Romein met korte ei kan gaan. Romeinse kostuum. Kijk eens. Ja. Nou, gaat hartstikke goed komen. Dankjewel, Ad. Misschien dat ik het morgen wel aan. Ja, helemaal goed. Ja? Oké, hartstikke bedankt, Patrick. En tot ziens. Dankjewel. Bedankt allemaal. Dankjewel. En voor het derde gedeelte van De Prins Geen Kwaad staat er weer een nieuwe naam ingevuld. Er zit er weer een nieuw iemand naast me. Ja, ik heb er keiveel zin in. Ik vind het kei leuk om hier te zijn en dit te mogen doen. Ik wil je hartstikke bedanken dat je me hebt uitgenodigd. Ja. En we gaan er iets leuks van maken. Ja, tuurlijk. Dat is de bedoeling. Je bent Veerle van der List. Ja. Je bent jeugdprinses geweest in Giegeldonk, Haagse Beemde. Dat is al een tijdje geleden, maar dat was in 2011 de allereerste. Maar ik heb er heel erg van genoten. En zeker daarna heb ik echt wel alles meegekregen. En alles van de carnaval. Het zit sowieso al in mijn bloed. Maar sindsdien is het steeds meer aan gaan wakkeren. Nou, hartstikke leuk. En nu dus gastpresentatrice bij Baronie TV. Mag jij zeggen dat we de eerste prins binnen gaan roepen? Nou, ik zie ze al helemaal staan. Ik zie ze al poplay. En hier komen de Biesbosrakkers. Jawel! Uit Lage Zwaluwe. La 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 la. La 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 la. Zo. En nog een hele grote kapel meegenomen. Ja. Nou, prins Pimmeke, van harte welkom. Ja, van harte welkom. Ik vroeg me wel eens af, want jullie komen natuurlijk uit Biesbosrakkersrijk. Wat doen jullie daar nou eigenlijk allemaal met carnaval? We beginnen natuurlijk vrijdags met de opening. En daarna hebben we zaterdag onze optocht, onze kinderoptocht en de grootoptocht. Dit jaar de kinderen helemaal vanaf de grootoptocht meegelopen, dus... Dat was wel een applaus waard natuurlijk voor al die kleine mannen. Ja, zeker. Dus, maar die wilden dat zelf. Dat hebben wij niet voorgesteld, maar die wilden zelf mee. Nou, leuk. En prins Pimmeke, maar dit is volgens mij ook nog een klein prinsje. Ja, dat is leuk, Max. Dat is Max? Dat is Max. En wie is Max? Max is mijn zoon. Ja. Eén van de twee. En hierachter staat... Oh ja, staat er nog eentje. Kom even hier. Nee, die wil dat niet. Nee, hij is niet zo camera. Deze is niet zo verlegen. Maar dan de andere wel. Ja, maar allemaal prins in de dop dan, neem ik aan. Of, wel. Deze dit is wel een feestnummer, ja. Ja? Die hou ik hier, want als hij de stekkers eruit trekt, dan zijn we uit... Houd hem maar vast aan. Dat moeten we niet hebben. Ja, want gisteren hebben ze dat ook gedaan bij de carnavalsoptocht. Waren we bezig in Prinsenbeek, in Boemeldonk. En toen kwam er ook een groep voorbij, die hadden ook de stekkers er even uitgetrokken. Dat was heel vervelend, want dan is er opeens geen beeld meer natuurlijk. Nee. Ja, zo gaat dat af en toe. Ik zei al, je hebt een mooie kapel meegenomen. Ja. Veerle, misschien dat jij er even naartoe gaat. Ja, ik zou er naartoe gaan. En even... Moet ik niet
Oh, je zit vast aan de tafel. Nou, nee, gaat goed komen. En ga eens kijken. Nou, spelen jullie eigenlijk wel een deuntje, maar jullie eten wel natuurlijk typisch niks. Dus klinkt het wel? Ja, het klinkt typisch niks, toch? Maar hoe lang zijn jullie nou een beetje bij elkaar? Volgens mij 19 jaar. Zo. En is het een beetje wel leuk clubs om mee op carnaval mee te gaan? De beste. Kijk, past er wel goed tussen, hè? Ben wel nou in het groen. En wat gaan jullie spelen? Ja, onze favoriet. En nou is... Mijn favoriet. Nou, hier spelen ze typisch niks. Favoriete nummer dus, hè, van typisch niks. Nou, het gezelschap komt weer terug aan tafel. Je hebt even lekker de polonaise meegelopen natuurlijk, hè? Zou ik ook doen op dit nummertje? Wat zeg je? Zou ik ook doen op dit nummertje? Ja. Klopt wel goed, was niet niks. Nee. We moeten nog eventjes een biertje regelen voor de prins natuurlijk. Want de biertjes zijn op de een of andere manier verdwenen. Maar ik hoop dat ze dat eventjes ergens... Er komt er al. Komt er al aan. Ja, wat ik me nou afvraag, want Laarswaard nu is natuurlijk maar een klein dorpje. Ja. Is dat dan moeilijk om daar het carnaval van de grond te krijgen, om iedereen erbij te betrekken, of valt dat mee? Ja, het wordt steeds lastiger. Ja. Wij hebben best veel carnavalsclubs op het dorp. Dus iedereen zit eigenlijk al in een carnavalsclub. Dus als jij hulp nodig hebt, dan moet je al bij hun zijn. Want ja, dat is gewoon 100% van je carnavalvieren zit eigenlijk in een club. Ja. Dus ja, die heb je gewoon nodig. Ja, snap dus, ik. Dus die gaan we gewoon veel meer aanspreken. Ja. Maar hoe moeten wij dan eigenlijk... waarom moeten wij bij jullie eigenlijk carnaval gaan vieren? Want dat vroeg me ook wel eens af. Wat maakt bij jullie het feestje carnaval zo leuk? Nou, sowieso de optocht op zaterdag.
Dat, ja, dat is bij ons natuurlijk traditie. Dat, dat vinden wij erbij horen. Mm-hmm. We gaan dat ook niet verzetten. Nee. Want we beginnen gewoon met de optocht. Ja. Ja, je moet het doen zoals je het zelf wil natuurlijk. En, ja, die wordt ook elk jaar weer mooier. Dus dat, ja, aanbouw is geen gebrek, zoals ik zei. Mm-hmm. Maar kan altijd meer natuurlijk. En op zondag gisteravond dan de playbackje voor de grote meesten. Dat is dat de Voice of Lage Zwaluwen, zeg maar. En dat wordt ook steeds groter en steeds fanatieker. Ja. Dus daar, daar zou je eigenlijk een keer moeten komen kijken. Ja, ja. Ja. Nou, ik zit even te kijken, want ja, de prins heeft altijd twee veren. Hè? Ja. Maar ik zie hier nog twee veren. Ja. Ja. Ik heb inderdaad ook. Ja. Ik stel even op mijn kop. Ja. Ja. Ben jij ook een prins aan? Nee. Oh, maar dan? Dat is een brug te ver. Ah, nee. Dat is een brug te ver. Nee, ik ben zo'n adjudant. Ah, het is een adjudant. En dan mag ook twee veren hebben. Ja, dat hoort er bij ons ook bij. Erbij. Ja. Ja. Nee, we kijken even naar de raad. Hè. Die hebben dan geen veren, maar... Nee, ex voor verloren. Ex met een feestje. Nee, maar goed, dat is ja, ook een beetje traditie bij jullie zo, dat het zo is. Ja, dat is voor ons zo de functie. Ja, ja, soms zijn dingen zo, hè. Dat moet je ook helemaal niet veranderen natuurlijk. Nee. Jullie hebben ook een motto? Ja, we houden de vaart... We houden de vaart erin. Ja. Zullen we dat dan maar doen? Ja, de vaartambitie nou. Zullen we nog even naar Typisch Niks gaan? Is goed. Ja, ga ik even vragen welk nummer misschien? Ja, is het weer favoriet? Even kijken wat het is. En welk nummer ga je dit keer spelen? Marianne. Nou, dit is Typisch Niks met Marianne. Marianne van Typisch Niks. Nou, ik vroeg me trouwens af, hè, ons thema is dit jaar, het lijkt wel zomer, maar we moeten natuurlijk bloemetjes maken en het is nu al wel aardig vol. Of wel jullie voor ons ook een bloemetje kan maken? Ja, daar heb ik iemand voor uitgezocht, speciaal. Oh. Martijn?
Martijn? Jij mag het bloemetje maken. Martijn gaat het bloemetje maken. Martijn, pak eens eventjes die microfoon. Ja. Waarom heb jij hem uitgekozen? Ja, dat is een van de wagenbouwers. Oh, dus, oké. Okay. Ja, die moet dan wel goed kunnen bouwen. Ja, die, de handigste van de club. Nou, oké. Okay. Ja, nou, Martijn, ga je gang. Maak er een mooie bloem van. Wat is er verder nog bij jullie de komende dagen nog te doen? We gaan vanmiddag naar de kindermiddag met het thema circus. Dus dat belooft een groot circus. Ja, een groot circus. Ja. Dus dat is altijd druk bezocht. Onze kindermiddagen zijn altijd ramvol. En dat waarderen wij, dat ze met zoveel getal komen. Dat doen we het voor de kinderen. Ja. En heb je dan morgen nog iets, bepaald afscheid of zo? Morgen ook nog eerst nog een kindermiddag en morgenavond Oskee verbranden. Oskee verbranden, ja. Ai. En om 11 over 11, dan mag de steek weer af. Is weer voorbij. Pak ze hem af. Ja, dan is het weer voorbij voor Prins Pimmeke. Ja. En de kids, die gaan alle dagen mee zo? Ja, met de kindermiddag wel. En s'avonds. Maar wij hebben gehoord dat jij afscheid gaat nemen. Ja. Dus daarom, laatste jaar. Ja. Wij hebben daarom toch nog iets voor jou meegebracht. Ah. Dus alsjeblieft en bedankt voor de... Bedankt voor alle leut, Ad. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik ga hem eventjes op deze camera doen. Heb je mooi gedaan, moet ik zeggen. Een dubbel rakkertje. Een dubbel rakkertje. Ja. Dankjewel, Prins Pimmeke. Dankjewel voor deze mooie onderscheiding. Dankjewel voor het drankje. Graag gedaan. Wilde jij nog wat zeggen tegen de mensen in Lorgenswaluwe, jouw Biesbosrakkers? Ik wil allereerst nog een carnavalsclubje, of in ieder geval een klein gedeelte van het carnavalsclubje. Die komen al een paar jaar mee. Die staan al heel lang te wachten. Ja. CV, wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe, Dus die stonden al te wachten tot wij zouden komen. En voor mij al voor een paar jaar op rij dat ze meekomen. Hartstikke leuk. Ook die wil ik bedanken. Dat is altijd heel gezellig. Ja. Het is vanavond de prijsreiking, dus ze zijn nu al spannend. Ze zijn al zenuwachtig. Dus prachtig gebouwd iedereen. Dus. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dus, iedereen compliment natuurlijk voor het Zwaluws Carnaval zonder de mensen zelf. Ja, zou het moeilijk zijn, hè? Ja. Is het een beetje gelukt met de rook? Oh, hij is mooi. Ja, ik kan wel zien dat een wagenbouwer is, hè? Ja. Hij is mooi geworden. Even kijken, hebben we hem gezien in beeld ook, mensen? Ja, we hebben hem gezien. Mooi zo. Dan gaan wij afscheid van jullie nemen. Okay. Hartstikke leuk dat jullie hier weer waren. Typisch niks natuurlijk ook bedankt. Ja, bedankt. En jullie blijven natuurlijk altijd welkom, hè, bij Baronie TV. Dat gaat allemaal gewoon door. Ik vind het altijd leuk. Ja. Prins Pimmeke, bedankt. En dat je dan. Ja, bedankt. En jullie allemaal bedankt. Bedankt. En jij ook. Ad? Ja? Kom eens even deze kant op, als je wilt. Oh. Moet ik bij jou komen doen? Ja, dat zou je graag willen weten. Nee. Ja, 23 jaar Baronie TV. Is dat zo? Ja, en daarna ga je met een soort carnavalesk pensioen. Ja. Er is iemand die heeft tijd voor je gemaakt. Oh. En die wil je nog even toespreken. Mag ik even een groot applaus voor de burgemeester van Breda? Kijk eens. Oh, kijk eens aan. Zo. Komt hij aan. Ik ga het woord aan jou geven. Dag meneer De Pla. Dag Ad en dag alle kijkers van TV Baronie. Ja, Ad, het is dit jaar het laatste jaar dat je ons zeg maar als gastheer de carnaval bij mensen thuis brengt. Dat heb je 23 jaar met passie en vuur gedaan en enthousiasme, zoals het hoort bij carnaval. Wij zeggen natuurlijk in Breda, Breda brengt het samen. Nou, als het tijdens één moment van het jaar echt geldt, is het carnaval tijd. Als Kielegat echt voor Kielegat is, Boemerdonk echt voor Boemerdonk is, dan zie je op een gegeven moment hoe mensen samen worden gebracht, hoe carnaval mensen samenbrengt. En het mooie van TV Baronie is natuurlijk dat heel veel mensen dat eigenlijk met plezier meedoen. Maar niet voor iedereen nog weggelegd is om het mee te kunnen doen. En dan als je thuis tv kijkt, dat je toch erbij bent, het gevoel kunt hebben. Ik hoor erbij, ik daadwerkelijk, TV Baronie brengt het daarmee echt samen. Het carnavalsgevoel voor al die mensen die zoveel plezier aan het carnaval hebben. Je hebt het 23 jaar gedaan, 2 keer 11.
plus een jaar blessuretijd, zullen we zeggen. En ik wil je daar enorm voor danken. Want jouw passie en de manier waarop je het hebt gedaan, heeft TV Baronie tot echt een begrip gemaakt. Maar heeft er ook voor gezorgd dat zoveel mensen zoveel plezier kunnen beleven aan het carnaval vanuit de eigen huiskamer. Het is echt iets wat waardevol is, wat niet te onderschatten is, wat de betekenis daarvoor is. En jij was daarvan de spreker, maar tegelijkertijd ook het gezicht. En ik wil je namens het gemeentebestuur van de gemeente Breda enorm bedanken. Met een presentatie van het monument van de stad. En dat is namelijk natuurlijk de Grote Kerk. Dat kan niet anders. De Grote Kerk en daar het lijstheetje van. Want eigenlijk zeggen we, die 23 jaar ben je eigenlijk ook een soort monument van de stad geworden. In ieder geval een monument van het carnaval geworden. En daarom krijg je als blijk van waardering en enorme respect wat we hebben gehad. En wat we hebben voor jouw inzet voor TV Baronie en daarmee voor de carnaval. In heel de Baronie, maar zeker in Kielegat. Laten we zien dat jij echt van monumentale waarde bent. Ik wil je daar enorm voor danken en feliciteren. En maak er nog twee geweldige mooie dagen van. Nou, dankjewel burgemeester Paul de Pla. Ik wist helemaal niet dat dit zou komen, maar dat is juist het leukste. Leuk dat ook de voorzitter van Baronie TV, Patrick van Lunteren, erbij aanwezig is. Ja. En natuurlijk, Breda brengt het samen. Dat hebben wij ook altijd geprobeerd om het samen te brengen. Hè, zoals u net al zei in uw toespraak. En het gemeentebestuur en de burgemeester natuurlijk, hè, waar u weer het hoofd van bent. Daarvoor heel hartelijk dank voor deze mooie woorden en voor deze onderscheiding. Ja. Dankjewel. Oké, mooie dagen en beste mensen, geniet ook van de optocht. Ja, en fijn dat hij doorgaat, hè, de optocht. Ja, het is bijna spannender dan een wedstrijd vannacht tegenwoordig. Ja, gaat de optocht van Kielik, gaat hij door of gaat hij niet door? Nee. Maar hij gaat door. Ja. De optocht gaat door. Giet on, zou ze Friesland zeggen. Giet on. Want dan kunnen ze daar niet meer, want die LST-tocht gaat niet meer aan. Maar bij ons gaat de optocht wel gelukkig aan. Ja. Dus beste mensen, geniet via TV Baronie van de optocht. Of kom gewoon kijken op de Grote Markt of op al die andere plekken. Want het wordt weer een geweldige optocht met, wat ik heb begrepen, ook een nieuwe Prinsenwagen. Oké. Ja, want zoals we al zei, hebben de mensen die dus inderdaad niet naar de optocht kunnen, die kunnen hem vanmiddag bij Baronie TV zien. Ja, dank u wel voor de mooie woorden. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u. Zit je met je vrienden heel gezellig in de kroeg en wil je niet naar huis doen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Je kunt dat laatste pilsje toch echt niet laten staan, maar het is een diep van komen en het is een diep van gaan. Blijf de plakken om me zeven deur te zakken. Een echte deurzakker die zakt op lekker deur. Ook al heb ik in een euro om te makken, maar dat stond bij ons niet op de keukendeur. Je voelt je eigen goed, ach, je doet zoals het moet. Klaas je op, laat je rijden, anders ga je maar te voet. Blijf de plakken om me zeven deur te zakken. Die Brabantse nachten die waren altijd lang. En dat paard van ons dat stond voor in de gang. De nuil was in de olie, daar in dat klein café. Nou die handjes de lucht in, dat zong iedereen nog mee. Houd hem vast, kap de winden uit de kast. Blijf de bakker om een zeven deur te zakken. De echte deurzakker die zakt op lekker deur. Ook al heb ik in een euro om te makken, maar daar stond bij ons niet op de keukendeur. Je voelt je eigen goed, ach, je doet zoals het moet. Klaas je op, laat je rijden, anders ga je maar te voet. Blijf de bakker om een zeven deur te zakken. Nee, we gaan nog niet naar huis. Blijf de bakker om een zeven deur te zakken. Een echte deurzakker die zakt op lekker deur. Ook al heb ik in een euro om te makken, maar dat stond bij ons niet op de keukendeur. Je voelt je eigen goed, ach, je doet zoals het moet. Klaas je op, laat je rijden, anders ga je maar te voet. Blijf de bakker om een zeven deur te zakken. Neem de gaan. De bakker om mijn zeven deur te zakken. Nee, we gaan nog niet naar huis. We gaan nog niet naar huis. Nog lang en niet, nog lang en niet. We gaan nog niet naar huis. Nee.
Hartstikke leuk liedje van Dubbelzicht. En dat doet ook mee in de Barnevalsliedverkiezing. We gaan de volgende gezelschap binnenroepen, hè? Ja, ik zie ze nog niet helemaal staan. Ze staan een beetje schuchter daar in de gang. Maar hier komt Bos uit het dorp. Jawel! Wakker worden! Hey. Nou, dat was een prachtige ontvangst, hè, met Boshuiden. Prins Joep komt deze kant op. Ja. En de jeugdprinses. Zo, hè. We zitten. Ja, we zijn er, Ad. Ja. Zo. Veerle, ik geef jou even het woord. Is goed. Vertel eens, wat hebben jullie tot dit allemaal gedaan bij jullie in het dorp? Mirthe. Scholencarnaval. Zullen we even de microfoon erbij zetten? Ja. Scholencarnaval. Ja. De optocht gisteren? Ja, de optocht. Ja. De Donk. Ja. En ik verder weet ik het ook niet meer. We zijn nog op de Zandtegat geweest. Oh ja, ja. Ja. He, bij de Blauwe Kamer zijn we geweest. Ja. Afgelopen donderdag. Dat was ook heel erg leuk. En dat is wel gelijk een mooi moment, dus een bruggetje te slaan. Ja. Ja. Want wij hebben een mooi cadeau al meegenomen. Dat willen we gelijk maar gewoon beginnen. Want we gooien alles door elkaar. Ja, normaal, ja. Geeft niks. Geef normaal niks. Doen we dat al op het einde. Ja. Maar wij beginnen gewoon gelijk met cadeau. En ja, wij zijn bij de Troetelwijk samen geweest. Oh, de Troetelwijk, ja. Aan de A58. A58, ja. Hebben een stukje ervan afgehaald. Niemand ziet dat. Zonder van die een boom. Ja, maar niemand heeft in de gaten. Oké. Okay. De kleine zusje af is. En wij zijn met Van Zantengat hebben gevraagd om daar bij de houtafdeling, dat ze ons wilden helpen om het cadeau te maken van Van Zantengat en van het Boshuidendorp. Mm-hmm. Om die verbinding te maken met Van Zantengat en het Boshuidendorp. Ja. Dus aan de ene kant staat erop, de koninklijke visio, ja. Ziet hem op, dan ben je goed gemutst. Ja. Dat is hun motto. Ja. En wij hebben aan de andere kant, nou Mirthe, dat mag jij wel voorlezen. Alles door elkaar. Alles door elkaar. Ja, want jullie gooien alles door elkaar. Alles door elkaar. Je gooit alles door elkaar. We hebben de mis gehad afgelopen vrijdagavond. Zijn we ook gewoon gelijk begonnen met de collecte. Ja. Dat beginnen we. Eerste collecte. Ja. En dan eigenlijk gewoon het welkomstgebed op het einde van de avond van de dienst. Hè. Dus, ja. Maar ik wil deze aan jou alvast even overhandigen. Wij hebben die laten maken door de bewoners van Van Zantengat. En als een stukje wat we terug willen geven, gaan wij in mei, als het mooi weer is, met de jeugdraad en met de grote raad, gaan we gezellig wandelen met de bewoners daar zo. Nou, hartstikke leuk. Het is echt heel apart, heel erg mooi. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jullie hebben de bosuilen meegenomen. Dan moest ik net eventjes plassen. Hè? Dat moet af en toe ook wel eens gebeuren. Ja, ja, ja. En ik zag daar al een sticker zitten. Ik weet niet wie ze die opgeplakt heeft.
Iemand heeft hem erop geplakt. 1951 stond er dan op, klopt dat? 1951, zo lang bestaan ze al. Ja, dat is al heel lang. Dat is echt een oude club al, hè? Ja. Oude boshuilen. Ja, het zijn allemaal oude boshuilen, maar er zijn ook heel veel jonge boskijkers. Ja, dat is er niet vanaf te zien, hè? Ja. Gaan die al meespelen of gaan we nog naar de... Ik denk dat we misschien met de boskuikers en de boshuilen samen wel iets kunnen gaan horen, of niet dan? Ja? Ja, ja, dat is wel. Want we zijn met z'n allen hier. Mooi zo. En ze staan een beetje door elkaar heen. Zo is dat bij jullie, hè? Ja. Nou, laat maar zo horen. Hè? De boshuilen en de boskuikers. De bosuilen en de boskuikens. En Veerle die gaat eventjes naar de boskuikens toe. Nou, vind je het een beetje leuk om muziek te maken hier zo? Soms niet, maar meestal wel. Zo, soms niet. Nou, soms heb ik er gewoon geen zin in en dan word ik boos en dan, ja, maar dan doe ik het toch maar. Maar lukt het dan niet? Ja, het lukt wel, alleen... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom dat ik dat dan altijd heb. Nou ja, dat kent toch gewoon eens... Gewoon door blijven gaan, hè? Wat mag dan? Ja, bij carnaval mag dan wel eens. En jij vindt het ook een beetje leuk? Ja. Ja? Ja? Wat vind je het allerleukste? Nee. Improviseren. En moet je dan heel veel improviseren of maar een klein beetje? Wat zei je? Moet je heel veel improviseren of moet je een klein beetje improviseren? Klein beetje. Klein beetje. En hoe lang zit jij er al bij? Wat zei je? Hoe lang zit je er al bij? Dat weet ik niet precies. Precies. Dan ben je de tel kwijtgeraakt. Nou, ik denk dat we ze straks nog wel een keertje te horen krijgen, Veerle. Hè? Muziek, want daar gaat het uiteindelijk om. En weer terug naar prins Joep. Gisteren de optocht, hoe is die geweest?
Ja, wij zijn vorige week eerst de worst naar Clara gaan brengen. En waar we alles door elkaar was, hebben kaas gegeven, we hebben worst gegeven, hebben eieren gegeven. En we zaten daar zondag in een stoeltje daar zo, met een zonnebril op. Een beetje de goden verzoeken. Ja. Maar wij zijn heel blij geweest, vanaf 2 uur was het in 1 keer droog. Ja, ja, ja. En we hebben een hartstikke mooie optocht gehad. 38 deelnemers in totaal. En we gaan op over 2 jaar naar 55 jaar Bosuilendorp. En dan hopen we eigenlijk wel 55 deelnemers op een gegeven moment. Oh ja, dat zou wel heel erg mooi zijn, ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dus, hoe is het weer nu buiten? Ook goed. En ik hoop echt ook gewoon voor de optochtdeelnemers voor vandaag en morgen, dat ze gewoon een hele mooie optocht mogen hebben in de andere gemeentes om ons heen. Ja. Hè? Als ik een beetje, ik kan een klein beetje naar buiten kijken. Volgens mij zie ik de zon op het moment zelf een beetje schijnen. Ja, ja, ja. Ja, het is in ieder geval beter weer dan vanochtend. Ja, ja. Vanochtend toen ik wakker werd, het woei. Het woei. Vannacht woei het. Vannacht ook. Ja. Ik ben er wakker van geworden. Maar goed. Maar gelukkig, het is nou gaan liggen. Ja. Dus, de optocht gaan gewoon allemaal door. Ja. Dus dat is mooi. En er zijn zoveel mensen die hebben zo hard aan gewerkt op de optocht. Dus. Ja, en het stookcentrum was dat niet door te laten gaan. Al de werk zit erin. En dan... En je doet het allemaal samen met elkaar, hè? Ja. En iedereen doet zijn eigen steentje bijdragen. Dus iedereen wil ook graag pronken en stralen. Ja, en ik heb ook 2 paardjes bij me. Die zijn dit jaar ook nieuw. En die stralen ook, hè? Ja, dus, ja. Staan er stralend bij. Stralend bij, hè? Stralend bij. Ja, het is sowieso een heel mooi gezelschap natuurlijk, hè? Wat we hier hebben staan. Wat carnaval vieren kunnen ze wel in Bosuilendorp. Ik weet wel. Vroeger ben ik er heel vaak geweest. Dat was toen nog in de tijd van de harmonie. Ja, dat klopt. De harmonie. Want ik heb begrepen dat jij toch ook het limonadebal... Limonadebal heb ik altijd zo gepresenteerd. 30-plus bal. Ja. En het Spetterfestival, niet vergeten. Het Spetterfestival. En gewoon op de Raadhuisstraat, hè? Ja. Gewoon niet schinniken. Als jij dan naar buiten stapt en je kijkt links, dan begint de Ulvenhoutse Laan. Hè? Ja, dat begint de Ulvenhoutse Laan. En dan kun je helemaal doorlopen. En dan kom ik zo in Bosuilendorp terecht. Dus, ja. En ik moet nog even één ding zeggen. Ik heb vorige week BN de Stem gelezen. Ik had een heel mooi stuk, stond er op een gegeven moment. Maar ik wil toch de mensen bij BN de Stem toch even de raad meegeven. Dat is bij jouw mooie interview. En dat is ook meer dan verdiend. Maar daarnaast staat dan op een gegeven moment zo'n advertentie van Videla. Dat zeg ik ook. Ja. Dat kent toch niet, hè? Nee, dan moest het toch de volgende keer wel anders doen. Ja, dat zeg ik ook eens. Ja, dat is natuurlijk toeval, hè? Maar goed, vooruit. Zou dat toch een beetje carnavalesk zijn geweest? Ja. Denk ik van mee in de stem. Ga je even voor die bloemen organiseren? Ja. Iets? Het ons thema is natuurlijk, het lekt wel zomer. En er moeten natuurlijk hele mooie bloemetjes gemaakt worden. Het komt steeds voller en voller, maar we willen er natuurlijk wel steeds meer bij. Dus misschien als ik aan jou mag vragen, Jeugdproces Meert, of nou jij voor ons een bloemetje wil maken. Ja, gaat dat lukken? Kijk, hier zo'n stokje. Mm-hmm. Hier al die rotzooi. Ja. Zo, en dan pakken we dit erbij. Zo. En... We hebben al 2 nummers gehoord van de Bosuilen, van de Boskuikens. Maar ze kunnen toch nog wel een nummer. Zeker weten, we kunnen even knutselen hier, hè, met z'n allen samen. Hè. Gaat dat lukken, mannen? Ja. En vrouwen? Dames? Heren? Ja? Wat gaan we doen? Welk nummer krijgen we? 27. Zij zeggen alles in nummers. Nummer 27 krijgen we. Weet allemaal wat het is. Ja, dat is een heel bekend nummer, hè? Nummer 27. Ja, dat vinden we leuk.
Het bekende nummer 27 was dat van de bosuilen en van de boskuikens. Maar Prins Joep, ga je nou nog wat zeggen? Ja, ik wil er nog wat zeggen, want afgelopen zaterdag hebben wij de eerste keer alles door elkaar ingegooid, omdat het motto alles door elkaar is. En normaal hebben we altijd een vast programma. Maar had ik niet van, wij gaan eens beginnen weer om iets terug te halen. Het Bosuils Buffet hebben gehad. En dat is grandioos verlopen. Dat wordt door de KUS georganiseerd. Dus in de nadagen na de raad, dan kunnen toetreden tot de KUS. Tot de KUS? Ja, de KUS heet dat. En dat was gewoon lekker stampot. Oh, met een normale gehakt erbij. Ja, altijd lekker. Dus geworst erbij. Dat was altijd gewoon lekker. En dan aansluitend hebben we daarna een groot feest gehad, het Uilenballenbal. En dat is leuk, want alle families komen bij het Bosuils Buffet, blijven lekker daar hangen en gaan daarna op een gegeven moment gezellig een feestje vieren. En er zijn mensen die willen dan graag blijven. Ja. En er zijn mensen die gaan ook dan samen met de bosuilen mee, want die gaan ook nog op een andere locatie echt kapellenmuziek maken. Dus kapellen zijn altijd bij ons van harte welkom in Bosuilendorp. Hartstikke mooi. Ja. En ik zie dat de bloem inmiddels ook klaar is. Ja, is heel mooi en, geworden. En is mooi geworden, want je hebt er een beetje... Ja, nee, nee, nee. Ja. Dat is de enige met goud ertussen, hè? Ja. Hij is uniek, hij is mooi. Ja, je hebt hartstikke mooi gedaan. Het is niet voor niks dat jij uitgekozen bent tot jeugdprinses, hè? Ja. Hartstikke mooi. Mooi met een bos zelfs groen erbij, hè? Ja, zeer zeker. Ja. Ik geef u nog eventjes het woord, Prins Joep. Ja, ik heb toch een speciale onderscheiding, heb ik. En Ad, ja. Ja. Je voelt hem al aankomen. Ik voel hem al aankomen. Ja, ik heb er 11 in totaal die ik mag uitreiken tijdens de carnaval. Ja. Publiekelijk. En ja, het is jouw laatste jaar. En ik ga er niet te veel aandikken, want ik heb al gehoord van andere prinsen ook heel erg aandikken. Ja, ja. Wij hopen jou echt bij carnaval nog zeker gewoon ook gewoon te zien. In alle gemeentes, in alle hoeken. Ik kom overal een keertje langs. Gewoon een keer ik heb langs. Nou de tijd ervoor, hè, daarom, om het dus te gaan doen. Dus, ik ga even staan, want het is altijd een officieel momentje. En Ad, het is mijn erewaar genoegen, zoals mijn vader altijd zeggen, erewaar genoegen. Hij is helaas niet bij, hij zou er graag bij zijn geweest, maar bij deze geef ik jou de medaille namens het Bosuilen. Ik ga natuurlijk het Bosuilendorp bedanken voor deze onderscheiding. Altijd heel erg geweldig geweest dat jullie al die jaren hier naartoe zijn gekomen. Ik weet dat het goed gevierd wordt in Bosuilendorp. Jullie kwamen altijd met een heel groot gezelschap hier naartoe, naar Baronie TV. Altijd met de boshuilen, met de boskuikers erbij. De Raad van Elf, altijd heel enthousiaste mensen. Dus daarvoor namens heel Baronie TV natuurlijk hartstikke dank. En wij gaan nu afscheid van jullie nemen. Dat doen we met de muziek van de boshuilen en de boskuikers. Bedankt voor de komst. En mag ik je nog heel veel succes wensen en geniet van de laatste uurtjes. Ja, gaat goed komen. Ja, bedankt. En Veerle, ik neem ook meteen afscheid van jou, hè, als gastpresentatrice. Want zo dadelijk het laatste uurtje, dan krijgen we weer iemand anders. Ja. Of twee meiden zijn dat. Technisch gestoord of zoiets. Ik weet niet precies. ga ik zo dadelijk wel eventjes kijken. Jij ook in ieder geval bedankt. Dankjewel. En hopelijk vond je het leuk om te doen. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb ervan genoten. Iedereen ook allemaal bedankt. En misschien tot ooit. Ergens. Ja, je weet maar nooit. Bosuilen bedankt. En ik zou zeggen, spullen maar!
Ja, ja, ja. Het vierde gedeelte, het laatste gedeelte meteen van de Prins. Geen kwaad. Nog één keer de mededeling. De optocht in het Kinnegat gaat vandaag gewoon door. Ja, en er stond nu met Ad Romeijn en technisch gesproken. Wat is nou weer technisch gesproken? Ja, dat zijn wij ook. Dat zijn jullie. Ja, 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 ja. Dat zijn Patricia en Evelien. Ja, maar waarom noemen jullie je technisch gesproken? Ja, technisch gesproken kan eigenlijk altijd alles. Oh ja. We kunnen technisch gesproken nog even naar het café. Ja. We kunnen technisch gesproken nog even een frietje gaan eten. Ja, ja. En nog meer technisch gesproken? Nou, eigenlijk alles, Ad. Ja, ja. Ja, alles kan technisch gesproken. Dus technisch gesproken zouden we nu ook het Kattegat binnen kunnen gaan halen? Technisch gesproken kan dat. Ja, dat nou, zou kunnen. Dan gaan we technisch gesproken het Kattegat binnenhalen. Miel, je mag hier gaan zitten. Wat zeg je? De nachtin is er niet bij. Oh, dat is nou jammer. Maar ja, zet dat daar, meneer. Dat ziet er goed uit. Ziet er goed uit, hè? Zeg, ga lekker zitten ook. Gaan we doen. Hij komt er ook bij. Nou, welkom. Ik geef even het woord aan de dames, want die zijn tenslotte de gastpresentatrices van vandaag. Hè? Hey, Prins Niel, van harte welkom hier in het Kielergat. Helemaal vanuit Dorst hier naartoe gekomen. Wat staat er vandaag allemaal bij jou op het programma? Eerst gewoon een mooi feest van maken. Ja. Moet je nog ergens naartoe? Nee. Nee? Dus hier naartoe en dan feesten. Ja, en dan gewoon nog een beetje in de kroeg. Ja. In de kroeg? Ga je nou naar de kroeg toe? Dat is best een goede plek, hè? Ja. Nee. En Miel, wat heb jij de afgelopen dagen allemaal al gedaan? Ik heb bij de optocht op de Prinswagen ben ik staan. En ik ben gisteren naar de kerk geweest. Daar moest ik nog iets voorlezen. En we hebben nog... Het is zoveel dat je het niet meer weet. Het gewoon niet meer. Het is zo druk geweest. We hebben wel optochtje gekeken nu ook nog, hè? Ja. Dat is wel een beetje weggewaaid en weggeregend, maar niet al te veel. Maar, Op zich is het smiddags nog wel meegevallen, toch? Ja, ja, het viel reuze mee. Ja. In Kaai, in Donker, daar zijn wij geweest natuurlijk. Daar horen wij officieel een beetje bij, hè? Ja. Nou, een beetje bij. Ja, toch. Daar horen jullie gewoon bij, denk, hè? Daar horen wij enorm bij zelfs. Ja, precies, ja, dat klopt. Want volgens mij zijn jullie een van de weinige plaatsen die geen grote prins hebben, maar alleen een jeugdprins. Ja, ja, dat klopt. Toch? Dat klopt inderdaad. Hè. Wij bestaan nu 22 jaar. En al 22 jaar. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Het is een jubileum. Ja, ja, we zijn niet de enige die daar even moeten feliciteren. Maar we hebben een jubileum en we hebben al 22 jaar geen katergevoel. Daar is de naam wel vandaan gekomen. Maar we zijn al 22 jaar heel erg gelukkig met steeds een verse prins, een verse narin. Dan wil ik even zeggen, onze narin Feke ligt met 40 graden koorts in bed. En we hebben afgesproken dat we even zwaaien. Oh ja. Dat mag even gezegd. Ja, dat gaan we doen. Feke. Beterschap. En wat zeggen we dan? Veel beterschap. Veel beterschap. Veel beterschap voor ons Feke. Ja, ja, oh, dat is ook vervelend. Hè? Nou, net met carnaval dat ze ziek is. Ja. Ja, want anders zou die hier ook gestaan hebben natuurlijk. Ja. Had die waarschijnlijk naast me gezeten. Ja, ja. Ja, dan had ik ernaast gestaan. Ja. Moet je wel mijn plaats kennen. En ben je ook op de school langs geweest? Ja, bij de school hebben we me ook bekendgemaakt voor de school. Want niet iedereen kwam naar de Sauwelavond, want daar was ik ook bekendgemaakt. Ja. Maar dus daar werd ik ook bekendgemaakt en daarna nog hossen onder bij het leerplein. Wat vonden je vrienden ervan? Leuk. Ja. Waren ze niet jaloers? Misschien een beetje. Ja. En dan hebben jullie ook nog een hele bekende... Ja, hoe noem je dat? Kattegatter meegebracht. Laat ik het daarop houden. Ja, Kattegatter. Dat is eigenlijk een superbekende. Maar, mag ik misschien nog heel even in jouw programma inbreken? Ja, want we hebben natuurlijk wel Lex meegebracht. Hè? Ik zie het. Lekker. Ook voor jou, maar ook niet alleen voor jou. Dat is te veel om te delen. Ja. En wat ik jammer vond, en dat snap ik natuurlijk heel erg goed.
dat we geen reclame mogen maken voor bakker Dennis uit Dorst. Nee, dat mag niet. Dus dat doe ik dan niet. Nee, ik zou bakker Dennis niet meer noemen. Nou. Nee, bakker Dennis. Die heeft overigens ook een worstenbrood XXL gemaakt, bakker Dennis uit Dorst. Ja, dat kan natuurlijk wel goed, bakker Dennis. Ja, bakker Dennis. Ja. Maar daar ging het eigenlijk niet om. Ik wil jou jouw laatste jaar als presentator, hè? Ja, dus, ik weet als presentator, hè? We maken het niet dramatisch. Nee, hoor. Dus ik wil jou, ons logo, de zwaait wat. Ja. Dus ik wil jou een handje overhandigen, heel voorzichtig. Dankjewel, dankjewel. En zodat je misschien ook nog aan iemand een mooi bosje bloemen kunt geven. Ah, kijk eens aan. En namens Stichting de Kater wil ik jou heel hartelijk danken. Ja. Voor alle bewezen diensten, voor elke keer dat wij hier mochten komen. En dat jij ons welkom hebt gegeten. En dus dankjewel. En na heel veel voorspoed. En ik schat zo in dat dit niet de laatste keer is dat we jou met carnaval op tv gaan zien. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik ga wel gewoon carnaval vieren. Nou, kom zeker ook een keertje in Kattegat kijken. Nou, even een officieel handje. Dankjewel. Dankjewel voor de bewezen diensten. En geniet dadelijk van het brood van... Had ik al verteld van bakker Dennis uit Dorst? Nee, dankjewel. Nou, dat hebben we dan nou gedaan. Dus, dames, als jullie nou eens even naar Mark gaan. Want die staat daar eventjes heel zielig en alleen te staan. Kijk. Dan zullen we eens gauw even een einde aan maken. Ja, gaat daar maar zijn. Ga daar technisch gesproken eens een einde aan maken. Ja. Hey, en Mark... jij hebt een nummer gemaakt, hè? Ja. Voor het Kattegat. Ja. En wil je iets meer vertellen over hoe je op dat nummer bent gekomen? Wij zaten in de studio. En toen hebben wij zo'n gele bak bier, zeg maar, hebben wij opgedronken. Toen zijn we gaan schrijven. En toen hadden we een keer een liedje. Toen hadden we echt in één keer een liedje. En, wat een goed verhaal. Ja, goed, hè? Ja, het is niet zo lang, maar het is wel goed. Ja. Ja. Hey, en Mark, kom jij zelf ook uit Kattegat? Ik kom, ja. Dus het komt ook echt uit je hart. Ja, natuurlijk. Ja, hier. Hey, en heb je al veel opgetreden? Ja, ik ben eigenlijk overal een beetje geweest. Ik ben in Graamsveer geweest. Ik ben in Geert Oudenberg geweest. Ik moet naar Wagenberg. Ik ben overal geweest. En misschien nog wel een keer in Dorst. Ja, hartstikke goed. Ja. Hey, en doe je Boemeldonk toevallig ook nog aan deze dagen, of dan niet? Nee. Nou, daar zullen we dan eens even warm houden. Even een puntje van maken. Er is nog wel her en der nog wel ruimte, dus dat kan altijd. Nou, we gaan naar jou luisteren, Mark. Ja, nee, top. Succes. Dankjewel. Dan gaan we... Kom je hier niet bij staan? We hebben toch een hele... Doe even leuk, jongens. Doe even leuk. Kom even bij. Ja, daar gaan we. Ja, daar komt ie. Op een zee. De avond is voorbij, het is al laat. Loop met mijn zakken vol over straat. Ik ga van links en weer naar rechts. In mijn gedachten loop ik recht. Waarom voel ik mij zo slecht? Het was een mooie avond bij ons in de kroeg. En ik wil nog lang niet denken aan morgen vroeg. Zometeen kom ik thuis, sta ik voor de deur. Heb ik mijn zakken weer vol, ben ik verlost. Nu moet de sleutel in het slot. Ja. Het was een mooie avond bij ons in de kroeg. En ik
sleutel in het slot. Hey, Mark van Overveld, en die heeft dan het carnavalsliedje van Dorst, de sleutel in het slot. Dat is liedje 14 uit de carnavalsliedverkiezing, dus daar kan ook nog steeds voor gestemd worden. Even kijken waar de prins gebleven is. Die staat. Ja, zo. Prins Emiel, ga weer zitten. De presentatoren moeten even op adem komen. Ah, moeten even op adem komen. Ik weet niet hoe het met jou is, technisch gesproken. Technisch gesproken moeten ze eventjes op adem komen. En jij Emiel? Jij niet, hè? Nee. Jij bent gewend. Ja. Nu is het de motto dit jaar bij Baronie TV. Het lijkt wel zomer. Zomer, hè, bloemen natuurlijk. Dus er moet een bloemetje gemaakt worden. Je ziet daar voorbeelden. Ja. En dan is hier papier en plakband. Ga jij dat doen of gaat iemand van de jeugdraad dat doen? Wie wil dat doen? Kijk, jij bent prins, dus je mag ook gewoon iemand aanwijzen, hè? Ja, kijk, zo werkt dat, hè? Gewoon zeggen van, nou, jij moet het doen. Ja, ik zie het. Ja, zie je? Zo. Ja, kom maar deze kant op. Ja, die kan dat vast heel goed, hè? Ja. Zullen we die bitterballen even deze kant op doen? Ja, de bitterballen. Pak er eentje, zou ik zeggen. Nee. Oké, dan gaan we. Zo, dames. Nou, wat een goede plek. En dan ga jij dat proberen? Ja, ik zal het proberen, maar of het gaat lukken. Wel. Nou, dan kan jij vast heel erg goed. Wat wilden jullie nog weten van het kattengat? Ja, eigenlijk van alles nog. Wat ga je morgen doen, Miel? Op dinsdag? Ik weet niet. Ik kijk wel wat het wordt. Ik weet het wel. Jouw buurman weet het. Ja, wij gaan morgen. Wij richten ons sowieso op de jeugd. Hè. We hebben een jeugdprins, jeugdraad. En morgenochtend tussen 10 en 12 hebben wij carnaval voor de allerkleinste. Het Peuterkesbal in Dorpszicht, café Dorpszicht. En dan hebben wij 's middags onze grand finale met onze Dorst Got Talent. Dat is een playback show. Soms wordt er zelfs live gezongen. Ook weer voor de jeugd, daar richten we ons op. Soms een jeugdige met een van de ouders. En daar sluiten wij bijna de carnaval mee af. En dat begint om 1:00 of 2:00 s'middags tot 6:00. En dan van daaruit gaan wij heel langzaam, maar heel zeker toch, richting ons dorpsplein. Het grote dorpsplein in het centrum van Dorst. Onderschat het niet. En dan gaan wij de katervlag strijken en dan gaan wij de kater in de hens steken. Dan gaat de vlam erin. Doe allemaal heel veilig overigens. Hè, want, geen vonkjes? Nee, er komt geen vonkje aan te passen. Dan ben je met een beetje pech druppelt het nog wat. Dus, maar dat is het programma van morgen. En daar spelen hun een hele belangrijke rol in. En zeker bij het Peuterkesbal. Hè. Nou, die zijn natuurlijk vele malen groter. Hè. Ja. Hè, dat zijn de oudere jeugd. Dus wij kijken uit naar het programma van morgen. Ja, dat snap ik. Hey, want Prins Miel, jij mag dan morgen ook bij dat Peuterkesbal. Mag jij het openen? Jij bent daar heel de tijd bij. En de polonaise voorop gaan natuurlijk. Ja. Oh, leuk hoor. Dat hoort er wel bij, ja. Ja, daar hoort het zeker bij. En als die kat verbrand wordt, hoe werkt dat dan? Ben jij daar ook? Weet ik, volgens mij mag. Ik ben er wel bij, dat sowieso. Ik hoop dat mijn daarin dan er ook bij is. Maar dan moet ik even kijken of die dan alweer opgeknapt is. Ja, dat zou wel heel fijn zijn als zij weer beter is dan, hè? Maar ik ben er zeker bij. Top. Hey, en jij hebt zo'n hele grote sleutel om jouw nek. Is dat de sleutel? Dat is de sleutel. Ah, en die moet morgen dan ook weer ingeleverd worden, of dat niet? Of morgen of overmorgen. Van wie heb je die gekregen? Van de burgemeester. De burgemeester van Oosterhout. De burgemeester van Oosterhout. Die is wel de lokale burgemeester, want die kon zich ook niet in Oh nee, ik kan zich ook niet in Tienen zijn natuurlijk. Nee. Maar goed, de sleutel is officieel overhandigd aan Prins Miel. Ja. En ik zie dat de bloem ondertussen klaar is, hè? Ja. Zo. Hij is nog heel mooi geworden. Nou, ik kijk eens. Wij zijn wel bescheiden, maar ik kijk even rond. Ik zie een winnaar eigenlijk. Ja, ik zie een winnaar. In alle bescheidenheid. Zet jij hem erbij? Zeker. Dan zou best wel eens de winnaar kunnen worden. Waar staat hij het beste? Ik wil de zaak niet beïnvloeden, maar... Ja, kijk zo. Kijk. Ja. Nou, hij is toch? Prachtig geworden. Complimenten voor jou.
Vinden jullie het goed als we even naar een clipje gaan kijken? Dan praten we daarna nog eventjes verder. Hè? En want we moeten af en toe ook wat muziek natuurlijk tussen alle gesprekken door. Jij bent de baas, Akkers. Ja, nog wel. Hè? van de elfjes volgens mij. Uit Bloemendonk, hè? Is jullie plek. Dus, dat is ons plek. Ja, dus nou. De elfjes. Jullie vinden dat natuurlijk een hartstikke beste nummer, hè? Want jullie komen uit Boemeldonk. Ja. Ik hoor net dat je technisch gesproken nog even moet gaan stemmen. Dus ja, tot morgenmiddag. Hebben jullie nog niet gedaan? Ik ga het nog wel even doen. Ik hoop dat nog heel veel mensen ons volgen. Ja, liedje nummer 13. En dat kan via de sms 3669 of via de telefoon 076-711-0364 of via de website van Baronie TV. We gaan straks de optocht van het Kielegat uitzenden. Afgelopen jaar stonden we altijd aan het begin van de optocht. Dat was op de Haakdijk, maar het is nu een klein beetje veranderd. De looproepen die komen er pas wat later in. Dus we staan nu met de camera's op de Grote Markt, dus daar komt u ook wat later. Dus vanaf ongeveer half drie, dan is de optocht hier te zien. De Kielegatse carnavalsoptocht bij Baronie TV. En wat fijn dat hij doorgaat. Hè? Ja, wat fijn dat hij doorgaat. Hè? Wat fijn dat hij doorgaat. Miel, ik wil jou hartelijk bedanken dat je hier in het Kielegat gekomen bent. En dat je al je Raad van Elf en alle begeleiders hebt meegenomen hier naar het Kielegat.
Ik denk dat je nu weer teruggaat naar Dorst. En hij wilde nog wat zeggen, ja, hè? Ja, maar daarvoor wil ik nog iets zeggen. Nou. Want afgelopen donderdag waren we bij de ouderenband. En dan hadden we Kees, die is ook van Stichting Kater. Die had met ons iets bedacht, een bingo met de oudjes. En dan samen hadden we precies iedereen op hetzelfde moment al bingo. Oh, wat leuk. En dan iedereen kreeg daarom dus een cupcake. Oh, wat leuk zeg. Heel leuk. En al die mensen hadden dat niet in de gaten. Dat ze op het laatste was. Ja. Leuk zeg, hartstikke leuk. Dat is een goeie. Nou, ik vind dat jij een hele goede jeugdprins bent. En dat jij ervoor zorgt dat het carnaval in Kattegat echt leeft. Ja. Hè? En met de ondersteuning natuurlijk van jullie erbij, hè, al zoveel jaren. Ja. En we gaan afscheid van jullie nemen. Bedankt voor de komst altijd de afgelopen jaren. Ja, nou dankjewel dat we erbij mochten zijn. Ja. Ik wens jou heel veel plezier en nogmaals denken we elkaar nog wat komt helemaal goed. Ja. En uiteraard was het nummer van Boemendonk was schitterend. Maar we gaan toch wel stemmen op het nummer van Mark van Oudel, denk ik. Hè? Dat is liedje 14, hè? Dat is liedje 14. Liedje 14? Ja, dat is nummer 14. Nummer 14. Dus daar moeten jullie dan weer op stemmen. Dankjewel voor jullie tijd. Stem allemaal op nummer 14. Ja, allemaal stemmen op nummer 14. Ja. Heel veel plezier nog deze dagen. Dankjewel. Hè? Dankjewel. Als het goed is, gaan we nu kijken naar een compilatie van de Barnevalsverkiezing. Dus ik zou zeggen, start de clip maar. Ja, daar gaan we. Om terug te kunnen kijken naar die hele mooie tijd. Want ik ben een stukje kwijt en dat zal dus dan wel blijken. Het motto is gekozen. 4 dagen zitten we op rozen. Want er is niks aan de hand in Bultelaar. We gaan hier in ons café verder. Feesten op zijn tijd, ja, er is niks mooiers dan samen lallen in Empelooiersland. Wij draaien linksaf. We kijken vooruit met alle Empelooiers, want ze wil rosé bier. Wow, 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 ze wil rosé bier. Niet gewoon bier, ze wil rosé bier. Maar rosé bier is duur.
z'n allen. Ik ben zo blij dat ik u weer zie. Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Een kamerbreed tapijt. Een kamerbreed tapijt. Wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Een kamerbreed tapijt. Wil je toch echt zo open? Stop die doppen in de oren. Doe die doppen, doppen, doppen er maar in. Ik zeg het u van tevoren. Doe die doppen in de oren. Doe die doppen, doppen, doppen er maar in. In de hemel kan het niet mooier zijn dan bij jou. Dan bij jou. In de hemel kan het niet mooier zijn dan bij jou. Dan bij jou. Ai, 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 Keesje van de Staai. Pak me dan van voor, van achter en opzij. Hey, 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 kom op nou eens kippé. Een knuffel van de Heer, dat is toch een manier. Je doet je eigen goed, ach je doet zoals het moet. Klaas je op, laat je rijden, anders ga je maar te voet. Blijf de bakken om en zeven deur te zakken. Nee, we gaan nog niet naar huis. Ja, 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 ik weet het niet. Ja, 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 ik weet het niet. Ja, 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 ik weet het niet. Ja, ja, ik weet het niet. Het leven is goed. In het Brabantse land, het land waar mijn dier heeft gestaan. Daar heb ik voor altijd mijn hart aan verpand. Dat land doet mijn hart sneller slaan. Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die felgekleurde, want die staat zo goed. Daar kun je lekker met je oren in. Die past precies onder je kin. Dat was dan de compilatie van de Barnevalsliedvriezen. Ja, nou zijn we natuurlijk toch wel benieuwd waar al die nummers precies staan, hè? Ad, ik ben echt heel benieuwd. Ja, 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 jullie natuurlijk voor het nummer van de Elfjes. Ja, de Elfjes. Waar dat, ja, waar die, dat staat. Die moeten nog wat hoger in de pijlen. Ja, nou, eens even kijken. Als het goed is, dan krijgen we zo dadelijk hier op het... Oh, daar is het al. Kijk. Nou, ik zal even de eerste drie doen. Dan mogen jullie het overnemen. Op de 23e plaats de twee P's. Dan de Gerco Freur en Moetjes Bogagas op 22. En de Dabbers op de 21e plaats. Nou, dan neem ik de Nans uit Prinsenbeek over. Ja. Met Feest en DJ Melvin. Dan hebben we op de 19e plaats het Dubbelzicht. Komen ook uit Boemeldonk, hè? Komen ook uit Boemeldonk. En de 18e plaats Dubbel Henk. En dan Wazotte Kaaien op nummer 17. Op nummer 16 de Leut Vorsten uit Kaam. En dan Dikke Mik uit Bavel op nummer 15. Nummer 14, Leo en Theo uit Staalhoren en Zwaaigat, oftewel Etteleur. Nummer 13, Adje van de Muizenberg uit Rijsbergen. En nummer 12 is de Blaaskaffers. Ja, de rolmaat met de Blaaskaffers. Uit de Maai. Ja. Nou, en dan hadden we hier net Mark van Overveld. Ja, 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 hè? En die staat toch op een mooie 11e plek op dit moment. Mooi. Het mooiste getal eigenlijk, hè. En dan op nummer 10, de Kolte Spuiters. Op nummer 9, de Aardse Bluf uit Prinsenhaar. Ja. Nou, dan gaan we naar het Kielegat met de Bredaarse Turfschippers. Op nummer 7, Feest Duo Neeman. En op nummer 6, de Jeugdraad uit Totteringen. Ja, die hebben we ook net in de uitzending gehad. Nou, en daar staan ze, hè? Daar staan ze. Daar is die. Op nummer 5, de Elfjes, ook uit Boemeldonk. En op nummer 4, Kerel en Boot uit Zundert. En dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar de top 3, hè? Hoe ziet er die uit? Wel, op de derde plaats. Even kijken. Daar komen ze aan, daar komen ze aan, daar komen ze aan. Oh, het wordt nog even spannend gehouden. Het V-team uit Traaien. Ja, op de derde plaats. En dan de nummer 2. Waar zouden de spanning erin? De zingende tasjes uit Wagenberg. En dan ben ik wel heel benieuwd wat er op nummer 1 staat. Ik moet even zelf kijken. Oh, kijk eens aan. Uit Zevenbergen. Ja, CV de... De neefjes. Het staat voor de neefjes. De neefjes. Maar Ad, dit is wel een spannende tussenstand, spannend, hoor. Ja. Hey, zullen we één nummer laten zien uit die Barnevalsliedverkiezing? Mag ik er dan eentje uitkiezen? Ja? Die gorgel. Ja, die gorgel. Even kijken, waar staat hij ook alweer? Even kijken. Oh, hier zo, op de 15e plaats. Dikke Mik. Dikke Mik, ja, met gorgel. Ja, nou, gaan we daar eventjes naar kijken. Ja, mooi zo. Oeh.
Het was een donkere avond. Ik liep midden in het bos. En opeens hoorde ik het geluid van een heel bijzonder dier. Beestje naar me toe. Ik dacht, wat is dat? Nou, het lijkt een pissebed. Maar wel een hele grote, die zorgt voor wat pret. Want als je hem ziet, zorg dat je hem niet stoort. Dan gaat hij lekker goochelen, je weet niet wat je hoort. Het is het goocheldier, het is het goocheldier. Hij goochelt met van alles, maar het liefste toch met bier. Het is het goocheldier, het is het goocheldier. Je ziet hem bijna nergens, maar nu is hij hier. Gaat hij met me mee, dan goochelen we samen alle liedjes met z'n twee. Soms zien ze hem aan voor een grote kakkerlak. Maar krijgt hij een biertje, dan gaat hij uit zijn dak. We lachen en zingen en drinken onverstoord. En gaan lekker goochelen, je weet niet wat je hoort. Het is het goocheldier, het is het goocheldier. Hij goochelt met van alles, maar het liefste toch met bier. Het is het goocheldier, het is het goocheldier. Je ziet hem bijna nergens, maar nu is hij hier. Ja, en tot 2 uur morgenmiddag kan er nog gestemd worden voor die Barnevalsliedverkiezing. En onder andere dus op dit liedje van Bavel, het goocheldier. Maar het kan dus ook op de elfjes, hè? Het kan ook snappen op de elfjes. Snappen jullie natuurlijk wel, ja. Technisch gesproken, technisch, snappen jullie dat alles, ook wel, hè? Alles is bij jullie technisch gesproken, hè? Alles is mogelijk, ja. Ja. Nou, wat is er nu technisch gesproken aan de hand? Nou, wij hebben ons eigen management meegenomen. Oh. HNA, oh. Management BV. Ja. En die hebben een klein cadeautje bij voor jou uit Boemeldonk. Zo. Dus als de dames even naar voren willen komen. Ja. Hier komen Bo en Senne en Luna. Ja. Komt er eventjes bij. Kom maar hier staan. Zo, ja. Zo. En we hebben een kleinigheidje meegenomen uit Boemeldonk. Speciaal voor jou? Ja, wat zijn dat? Oh, kusjes uit Boemeldonk. Kusjes uit Boemeldonk. Ja, ik zag het al op jullie broeken, hè? Ja, leuk. Nou, sorry, ik zie er gewoon helemaal vol van. Het is helemaal in vraag. Wij dachten, dan zouden we het wel droog houden. Dan gaat het toch gebeuren. Nou, hartstikke leuk. En die ga ik... 6 chocolaatjes, denk ik, hè? Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Hè, die zet ik hierbij. Wil je nog wat zeggen? Nee, we zijn gewoon management. Ja. Nou. Dankjewel. Wil technisch gesproken nog wat verder zeggen? Nou, Ad, wij zijn wel, voelen ons heel vereerd dat we hier vandaag nog mochten zijn in jouw laatste jaar. Ja. En heel veel plezier vanaf hier met carnaval vieren. En jullie natuurlijk hartstikke leuk dat jullie hier aangeschoven waren. En ja, je weet, we eindigen altijd met een Thijsie. Hè, want Thijs van de Molen is dit jaar 80 jaar geworden. En we dachten, nou, een beetje een eerbetoon aan hem. Dus we gaan nog een nummer van hem draaien. Zijn jullie een beetje NAC-fans? Ja. Ja, het gaat niet zo goed met NAC, hè? Nee, maar ja, vooruit. Maar
maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Technisch gesproken technisch kan het allemaal weer goed komen. Ja, ja. En we blijven gewoon fan. Ja. Dus het nummer NAC, ik hou van jou. Nogmaals, de carnavalsoptocht van het Kielergat gaan we uitzenden. Zo vanaf 2:30 is er beeld vanaf de Grote Markt. Technisch gesproken bedankt. Graag gedaan. En namens hier iedereen, nou, technisch gesproken zijn we er morgen weer. Ja. Want ja, dat is altijd afwachten of het de techniek werkt. Dus technisch gesproken zijn we er morgen weer met Van de Prins, geen kwaad. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen en NAC wordt kampioen. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Wat is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar NAC, dat telt voor twee. Een tikkie door het midden en een tikkie achteruit. Die lange loopt in het midden en die blaast weer op zijn fluit. Hij kan er wel naar fluiten, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen en NAC wordt kampioen. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Wat is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar NAC, dat telt voor twee. Avondrood en morgen dauw. Breda, ik hou van jou. Eens dan wordt de hemel stralend blauw. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Wat is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar NAC, dat telt voor twee. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Wat is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar NAC, dat telt voor twee. Breda, ik hou van jou. In het avondrood en morgen dauw. Breda, ik hou van jou. Dan wordt de hemel stralend blauw. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Wat is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar NAC, dat telt voor twee. De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Wat is het fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. En een avondje naar NAC, dat telt voor twee. La, la, la.